de Studio of Life podcast. Deze show is echt fucking nice. Studio of Life is iets om tijd voor te nemen. Deze show is bergschik. Dag Kwame, goedemiddag. Goedemiddag. Top dat we hier een superleuke setting kunnen... de podcast kunnen houden. Altijd super. Zo'n mooie setting. Zeker weten. De reden waarom ik ook wou spreken, Kwame, is omdat ik u... Ik heb een connectie gemaakt met via Bart dan ook, Bart ja. Roman. Maar ook omdat jij heel hard bezig was met spiritualiteit en de mysticisme of het mystieke. Ja. En dat vond ik ook heel interessant eigenlijk. Dus we gaan vandaag ook iets dieper op ingaan. Goed, dat mag komen. Ja, trouwens ook toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik echt van ja, die man heeft echt eigenlijk niet stilgezeten. Want ik denk dat jij op 26 jaar bij een Turkse voetbalploeg... Ja. Performance specialist waar, denk ja, ik. Ja, dat was ik een fysieke trainer. Je hebt ook de Giants gecoacht, of nog altijd, dat weet ik niet. Nu niet meer, maar dat was van U14 tot U21. En dan nog, krijg je dan voor de eerste ploeg ook nog. Ja, maar mijn vraag is, je hebt heel veel dingen gedaan al. Die man heeft echt niet stilgezeten. Maar hoe zou je jezelf omschrijven eigenlijk? Goh, ik zou me eigenlijk... Omschrijven zoals elke andere persoon eigenlijk. Je gaat door het leven en elke keer krijg je een ervaring mee. En dan neem je die ervaring mee naar een andere ervaring en zo blijft het de hele tijd doorgaan tot als je er niet meer bent. Dus je leeft, je neemt heel veel mee, je neemt bagage mee waar je dan mee staat en op en valt. En wat gebeurt er dan? Ja, je moet er dan eigenlijk een beetje... het beste eruit halen om dan verder te gaan. Hè. Ja. Ja, want wat mij ook altijd heel erg fascineert is waarom dat mensen een bepaald levensweg gekozen hebben. Je kunt, er zijn heel veel mogelijkheden en voor mij is echt letterlijk alles mogelijk. Daar geloof ik echt oprecht in. Same here. Zeker. Maar mijn vraag is dan ook van ja, je zit dan ook gerold in de in sportieven, in die fysieken en zo. En het artikel ook met Knak Weekend, denk ik, is ook gebleken dat dat ook een bepaalde oorsprong heeft gehad waarom dat je eigenlijk in die sport bent gegaan. Ja. En dan citeer ik, ook omdat je thuissituatie blijkbaar vooral met drank, drugs en criminaliteit te maken had. Ja. Wat was er dan dat er thuis speelde eigenlijk? Ja, het ding is, ik geloof heel erg dat je op iets geboren wordt waar dat je genoeg verlichting moet brengen. Dus ja, in zo'n geval heb je ook wel heel veel mensen die zoiets hebben van oké, ik ben hierin geboren, dus ik ga gewoon, dat wordt mijn identiteit en ik ga dan verder. Maar van kleins af aan wist ik al, omwille van de omgeving en zo, wist ik al direct van nee, dit is niet wat ik wil, hier wil ik niet in blijven. Ik wil ervoor zorgen dat ik zoveel mogelijk verlichting in andere mensen hun duisternis kan brengen. En ja, bij ons thuis was het dan... wel heftig, mijn momenten. Heel veel mensen nemen dat dan mee als misschien, er is van alles getekend geweest en zo, dus daarom eten, dit of dat willen doen. Maar ik heb zoiets van, nee, ik wist hoe dat zat. En ik had gewoon zoiets van, hoe kan ik ervoor zorgen dat de mensen rondom mij en de mensen daar rond en dan daar rond niet per se in deze situatie terecht moeten komen. En dan gaat het dan allemaal heel sneller en dan kom je op een bepaald moment tot besef van oké, wat wil je eigenlijk doen? Want je wordt een beetje geforceerd om iets nuttig te gaan doen in je leven. En dan had ik zoiets van, sport lag mij wel heel goed. Als ze zeggen van, je kunt iets niet of je kunt dat, niet alles is mogelijk, dan heb ik altijd zoiets van, nee, alles is mogelijk, want alles is er. Dus omdat alles er ook is, kun jij er ook uit tappen. En dan had ik zoiets van, dan ga ik eens zien wat mij het beste ligt. En dat was dan het hele fysieke. Want met het fysieke kun je ook heel veel mentaal veranderen bij mensen. Niet dat er veranderd moet worden, maar dat kan toch wel helpen. Ja, hoe komt het dan dat je eigenlijk dan ondanks je thuissituatie daar niet, daar niet in mee bent gegaan? Als ik naar mezelf zou kijken, denk ik ook van ik zou daar wel snel... denk ik ontvankelijk voor zijn als je thuissituatie ook minder is,
om daarin mee te gaan. Want wat heel logisch klinkt, is ook van ja, als je een bepaalde opvoeding hebt gehad, dat je er ook heel veel van meekrijgt. Dus hoe komt het dan dat jij, of hoe denk je dat jij dan toch je eigen hebt kunnen, van die specifieke materie toch hebt kunnen distancieren om toch je eigen ding te gaan doen? Nu, als je rond je kijkt en je ziet heel veel pijn, je ziet ook veel verdriet, je ziet ook heel veel goede dingen ook. Maar als je dat vooral ziet, dan is dat echt wel iets dat je niet wilt. En dan ga je eigenlijk meer op zoek naar van, hoe kan ik ja, geluk of happiness of ja, iets creëren dat niet dat teweeg brengt. Dus ja, ik heb nu een beetje geluk gehad op mijn momenten, maar ja, wat is geluk? Je komt mensen tegen. Omwille van bepaalde energieën komen de mensen tegen en zo. Heb ik toch wel wat mentors gehad. Mensen die anders in het leven stonden. En die toch altijd een bepaalde ja, kader voor mij geschetst hadden. Waar ik in kon ja, schipperen. En dan kwam er weer wat bij. En dan kwam er weer wat bij. En dan ja, zoekt u eigenlijk een weg uit die omstandigheden. Ja. Ja, want op een gegeven moment wordt uw mama ook ziek, denk ja. ik, in 2006. Ja. Hoe zit je daar als persoon mee omgegaan? Want ik kan me inbeelden, als iemand van je naaste ziek wordt, dat toch niet gemakkelijk is om daarmee om te gaan. Ja, dat hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf hoe dat je als persoon zelf bent. Je kunt dan eigenlijk, ja, op die leeftijd, kun je makkelijk vallen in, oh, Germen, ik en allee, weer iets moeilijk, weer iets dat ik moet gaan proberen te overstijgen. Allee, dat kan toch niet? En op dat moment had ik gewoon zoiets van, oké, okay, ja, dat komt nu eigenlijk op mijn pad. Ik had ook wel chance dat ik net op dat moment ook wat stoïcijnse boeken aan het lezen was. En dat gaf mij ook wel een beetje een weg van, oké, mensen komen, mensen gaan. Dat klinkt heel cru, maar mensen komen, mensen gaan. Maar probeer gewoon in je dagelijks leven zo goed mogelijk te zijn, zodat je ja, zoveel mogelijk ja, het goede kunt gaan doen. Dus ja, onze moeder werd dan ziek en dan worden eigenlijk een stuk geforceerd om heel snel ja, in deze wereld dan een man te worden. Dus je moet dan gaan werken, je moet dan zorgen voor, ja, voor bepaalde dingen en zo. En ja, voor sommige mensen kan dat een heel grote belasting zijn, maar voor mij is het alleen maar goed gedaan eigenlijk, want nu apprecieer je veel meer dingen dan de mensen die bijvoorbeeld niet in die situatie hebben gezeten. Dus ja, voor mij was dat eigenlijk een, hoe zeg je dat, een blessing bij een ongeluk, zoiets. Ja, want je zei ook, op een gegeven moment heb je ook door die ziekte toch ook je sport moeten, even on hold moeten zetten. Maar ik kan me inbeelden dat sport voor veel een uitlaatklep is en dat je dat dan net moet laten vallen, dat het dan niet net zwaarder is om daarmee om te gaan. Ja, er zijn momenten dat het echt zwaar is, hè. Don't get me wrong. Ik bedoel, als je naar school gaat en dan van school naar je moeder gaat en dan van je moeder ga je dan ineens door naar gaan werken en eigenlijk een kleine uitlaatklep dat je hebt valt dan weg, dan zoek je gewoon andere manieren. En toen was er vooral basketbal, dat heel, heel belangrijk was. Maar dan komt ook ineens het besef van dat er toch iets belangrijker is dan het sportieve zelf. Als in, ja, ja, ik moet gaan sporten, want ik moet zaterdag winnen om mijn eigen te laten zien of zo. Dat valt dan eigenlijk gewoon weg. Dan krijg je meer zoiets van, oké, okay, ziekte is er. Zorg dat je elk moment gewoon bij je naaste kunt zijn. En je hebt heel veel dingen niet in controle. Dus je hebt een gedeelte dat je wel in controle bent. Dus, hè. Ik kies nu om recht te staan, dan sta ik recht. Maar als ik recht sta en er valt ineens een lamp op mij, ja, dat heb ik niet onder controle. En dan, ja, met bepaalde boeken en zo, hielp dat mij dan wel om erdoor te komen en te zeggen van, oké, okay, weet je wat, de ziekte is er nu, goed. Maar ik ga nu eigenlijk mijn verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat als er nog eens zo'n periode zou komen, dat ik eigenlijk weet hoe ik ermee moet omgaan. En dan ben ik dan weer iemand anders tegengekomen, waardoor dat ineens vooral fitness was geworden in plaats van basketbal. En dat heeft mij dan ook weer een andere insteek gegeven over het leven. Dus. Ja. Ja, was dat die soort van ja, extreme sporten dat je ook deed, was dat dan
Hey, schrijf dan ook een, was dat dan een soort van escapisme ook, van die situatie die wij het onttrekken, nu, of niet zozeer? Echt escapisme zal het niet zijn, want ja, heel veel mensen hebben zoiets van, elke kaartsporten, dan moet ik niet aan al de rest denken. Nee, niet echt. Bij mij was dat meer van, hoezo, jij kunt niet dit doen, of hoezo, ik kan dat niet. Nee, als iemand zegt tegen mij van, je kunt dat niet, dan heb ik zo, wacht. Als iemand dat kan, dan kan ik dat ook. En zo ben ik dan bijvoorbeeld in latere leeftijd dan met triathlon begonnen. Dat was dan eigenlijk meer een wetenschap van, denk je dat je binnen 6 maanden een halve Ironman kunt uitdoen? Ja, dat moet je niet zeggen tegen mij, want zeker met fysieke, dat was dan echt nog toen in mijn robuuste ego-nes. Was van, ja, we doen dat direct. En effectief, dan doe je dat ook gewoon. Terwijl dat heel veel mensen zoiets zouden zeggen van, oh, ik kan eerst raad vragen, eens horen. Hoeveel jaar heb je ervoor nodig om ervoor te oefenen? En dan rustig eigenlijk op andere mensen hun projecties iets af te gaan. Nee, ik zal mijn eigen weg wel vinden en ik zal dat zelf wel doen. Dus het was niet echt een escapisme. Dat hielp wel heel erg om je toch te kunnen ventileren. Maar het was ook, er lag ook wel een onderliggende factor van hoezo? Je zegt dat ik iets niet kan doen. Nee, ik kan dat wel. Ja, en wat hebben die extreme sporten nu dan geleerd op vlak van uw emoties? Enorm veel. Als je... Ja, laten we gewoon zeggen, de sky is the limit vooral. Je ziet vaak, als je in de fitnesswereld zelf zit, de meeste mensen beginnen te fitnessen omwille van misschien ergens niet happy over te zijn. Bijvoorbeeld, ik ben te dik, ik wil wat krachtiger zijn, maar daar ligt altijd een onderliggende factor in. Dus dat kan een bepaalde emotie zijn dat je, dat je aan het prikkelen is, aan het hanten is en zo. Dus als je daarin vooral vertoeft, dan kun je ook heel snel recognizen, dat is nu iemand die zo ziet, dat is nu iemand die zo ziet. En als je dan bijvoorbeeld in kracht zelf ziet, je komt de fitness binnen, old school, hardcore, iedereen, maar het zijn allemaal teddybeertjes bij wijze van spreken, in zo'n huge lichaam en zo. Het kan misschien zijn dat die niet genoeg in hun kracht stonden, waardoor die extreem naar dat krachtige wilden gaan, om dan te kunnen laten zien van, ik zit in mijn kracht. Iemand anders, dan bijvoorbeeld met lopen en zo, dat kan dan iemand zijn bijvoorbeeld, die niet genoeg endurance heeft om in het leven door te gaan en altijd maar alles mee moet sleuren en doen. Die gaan dan die extreme kant zoeken en zit die 3 uur te fietsen of 6 uur te fietsen. Omdat die dan zoiets hebben van, hier haal ik dan mijn energie uit. Je hebt mensen die helemaal niet mobiel zijn. Ja, ik kijk er dan weer anders naar. Dat kan weer goed zijn dat die gewoon iets meer mobiele gedachtegangen zou moeten creëren. Dus als je zo vertrekt, vooral in sport, dan kan dat meer een leerschool zijn om mensen ook te begrijpen. Dus vanuit fysiek kunnen we een heel goed, moet ik dat zeggen, mensen leren kennen op een bepaald vlak. Hè. Dan zijn we vooral hier bezig en niet onder oppervlakte. Dus. Ja, en hoe heb je dan je eigen leren kennen? Want wat is voor u dan juist een trigger geweest om die sporten te gaan doen? Met die sporten te doen was niet per se mijn eigen te leren kennen. Oké. Dat is ongeveer 4-5 jaar geleden pas echt gekomen. Die awareness, dat mensen zeggen. En niet de awareness waar je zo gele bolletjes en al die dingen zie en zo. Nee, gewoon een bepaalde beeld krijgen van wie zit je nu eigenlijk? En die gedachtegangen en zo, waar je mee rondgaat, zijn die van u? Of is dat identificatie met verschillende dingen? Is dat groepsidentiteit? Is dat dit? Is dat dat? Is dat dat? En als dat klikt eigenlijk, dan krijg je een beetje die awareness van maar wie ben ik dan eigenlijk? En dan ga je zoeken naar, ga de boeken lezen. Maar boeken is ook heel hard mentaal. En dan krijg je wel bepaalde stukken mee waar je toch telkens je eigen tegenkomt. Maar het is heel altijd een proces van doorgaan en zo. Van sport heb ik vooral gezien dat ego heel hard bijeengeperst kan worden in sport. Want ik ben beter, jij bent slechter,
Ik kan hoger springen in die toestanden en zo. En dan blijf je er zo in. En als je een puber bent, dan doe je dat wat meer dan als je wat ouder wordt. En dan besef je van, goh, wat heb ik nu allemaal gedaan? Maar het is het moment dat je een breder kader hebt, dat je eigenlijk kunt zien van, eigenlijk was dat niet echt zo hard nodig. Maar dat is wel later gekomen. Dat heeft niet echt per se met sporten te maken. Sporten was vooral uitdagingen. Dat was gewoon leuk. Wow, sterk zijn. Snel zijn. En zo. Ja, je hebt ook naar aanleiding van eigenlijk al die sporten ook heel wat seminars gevolgd. En ja. Opleidingen ook. Allee, als ik het hier aflees, Utah, Indianapolis, in Zweden, California. Allee, ga zo maar door. Je hebt zelfs stage gelopen bij Chelsea. Nee, dat klopt niet. Nee? Nee. Of, nee, okay. Nee, geen stage bij Chelsea. Iets gedaan bij Chelsea? Of, Nee, ook niet. Ook niet. Dat mocht je dan vergeten. Ja, voilà. Dat had wel leuk geweest. Goh, geef die centen maar. Ja, ik dacht, ik kwam mee. Waarom, of welke van deze ervaringen is u het meeste bijgebleven en waarom eigenlijk? Op dat moment, ik zal aan teruggaan, bijvoorbeeld als fysieke trainer. Op dat moment zit ik bezig met hoe kan ik zo snel mogelijk iemand zo goed mogelijk maken. Dus een atleet komt. En hoe kan ik die zo goed mogelijk helpen, zodat die in een korte periode heel veel resultaat kan krijgen? En dan hebben ze zoiets van, oké, waar moet ik beginnen, waar moet ik beginnen zoeken? En mij kennende, dan beginnen we met de boeken van 1960, Satorsky en al die Russische wetenschappers en zo, omdat dat gewoon de basis is en dan gaat het verder en verder en verder. En dan heb je ook gewoon zoiets van, alles wat je zegt, wil je ook op je eigen toepassen. En dan probeer je dat eigenlijk te doen. En dan denk je van, oké, als dan iemand echt goed is of die heeft een heel goed systeem, waarom vliegen we er niet naartoe, luisteren en niet zien wat je mee kunt pikken. En elk plaats waar ik eigenlijk ben geweest, heb ik wel een bepaalde invalshoek gekregen. Dus weer hetzelfde. Je hebt je beperkt kader. Als je één cursus doet, dan zit je hierin, dan neem je dat meestal ook aan als waarheid. Maar als je er 10 cursussen doet, dan heb je zoals Sims, hè, elke keer wat meer. En dan kun je uit heel veel dingen wel iets meenemen. Dus ik kan niet zeggen van, uit één ding heb ik echt heel veel gehad. Nee, elke ervaring heeft iets meegebracht. Ik heb zelfs cursussen gedaan, waar ik 3 weken ergens zat. En dat ik eigenlijk maar 1 bladje interessant vond, omdat ik de rest al eigenlijk wel had. Maar dat 1 bladje heeft heel veel gedaan. Dus, je leven is een ervaring. En dan krijg je gewoon telkens een nieuwe ervaring mee, waar je uit kunt tappen dan. Ja, ik vond het heel cool om ook te zien dat je hebt ook ooit eens een seminar gevolgd, ook in Rusland, bij een bodybuilder. Of een ex-bodybuilder. Ja, een powerlifter. Powerlifter. Ja. En, Olympic weightlifter. Ja, dat was, ik moet zeggen, ik helaas die man ondertussen ook al overleden, maar ik vond het wel heel opmerkelijk om u, omdat ik u nu als persoon zo ken, om dan een foto te zien toen dat jij in die periode, dat je, of powerlifting of bodybuild, ik weet ook niet wat het verschil is, maar dat je dan in die periode echt, dat is een beetje zoals met je schoenen als een runskop, dat je echt zo boeg. Dat je echt, ik vond dat waanzinnig eigenlijk. Om je, dat zijn dan meestal zo'n transformatie ook niet enkel intern, maar ook extern kunnen doen. En dan vraag je mij ook af van, heeft die externe transformatie u intern ook waanzinnig doen veranderen, of niet zozeer? Nu, vooral als ik erover terugdenk, is het meer zo van, waarom had jij dat nu echt op dat moment nodig? Waarom had je echt dat zo hard nodig dat je in de fitnesspraktijk moest leven, je koolhydraten moest tellen, je eiwitten moest tellen en zo hard erin gaan? Had je dat op dat moment nodig? Ja, blijkbaar wel, want anders had dat niet gebeurd. Maar wat kun je eruit leren? Dat ik mijn eigen heel robuust maakte. Ook naar gedachtegangen en alles. Ik was gewoon, bij wijze van spreken, een blok. Maar er komt ook niks binnen. Dus emotioneel laat ook heel veel dingen niet binnen. Omdat je zo hard daarin bezig bent en je eigen op een bepaalde manier profileert, kun je de zachte kant van het leven bij wijze van spreken niet tegenkomen.
Niet dat ik zeg dat alle bodybuilders of alle powerlifters die heel hard met dat bezig, met vorm bezig zijn, niet emotioneel zijn en zo. Jawel. Maar als dat een excess wordt, dus te veel yang, bij wijze van spreken, ja, dan gaat de bepaalde dingen, zachtaardige dingen, gewoon emotioneel connecten met mensen en zo, gaat de links laten liggen. Want dat is het enige dat je interesseert. En op dat moment, ja, had ik een connectie met mensen? Ja, ik had connectie met mensen, maar dat is toch een heel andere connectie dan ik nu bijvoorbeeld heb, door dat te erkennen. En dan kun je daar dan weer anders mee gaan. Ja, zeg maar. Nee, mee omgaan, dat was het. Ja, was jij op die moment dan ook gelukkig, of was dat op die moment ook gewoon een beetje uw waarheid? En was dat gewoon prima op die moment, of hoe was dat dan? Oh, ik ben altijd gelukkig. Ja. Dus te beter? Ik ben praktisch altijd gelukkig. Dus was ik gelukkig op dat moment? Ja. Maar dat was mijn waarheid op dat moment. Dus voor mij was dat, ja, goed, hè. En dan krijg je weer een fase dat je zoiets hebt van, ja, maar voor wat doe ik deze nu eigenlijk? Is dat nu eigenlijk het doel van het leven? Opstaan, vol een bak eten, gewichten trekken en doen? Of is er misschien iets meer waar een appel wordt op gedaan? En dan ga je nadenken. En dan vertrekt dat in andere dingen, in het mystieke. En boeken, nog wat meer boeken lezen. En dan een breder kader proberen schetsen naar Noorwegen. Ja, daar gaan we het straks zoiets sowieso nog over hebben. Dat dacht ik wel. Je hebt ook zeer veel mensen getraind, vind ik. Van nog altijd, denk ik, Jamal Ben Sadiq tot een Chimanga. Ja. Wat waanzinnig is. Zijn er nog zo mensen kwamen dat je denkt van, goh, daar riep potentieel in, of die zou ik echt wel eens graag willen coachen of trainen? Of? Goh, op deze moment denk ik, ja, zit ik weer anders in het leven dan op die momenten. Op dat moment zijn we weer bezig met, oké, je hebt een persoon die komt naar u. Nu die twee die je hebt opgenoemd, ja, daar heb ik wel een extreme band mee intern, omdat er nog ook door van alles zijn geweest en zo. Dus dan klikt dat heel snel en dan kun je ook zeggen van, oké, ja, die twee heb ik echt wel graag. Maar dan zit ik ook bezig met mijn sport en mijn atleet en dan dat stukje. Maar ik denk dat dat nu eigenlijk dat zo wat voorbij is. Nu gaat het meer om, oké, als iemand een emotie heeft en die voelt zijn eigen slecht en die gaat daardoor misschien fitness of die gaat iets anders doen, dat maakt niet uit, eender welk tool dat hij gebruikt, om eens te kijken van waar dat komt. En hoe dat we dat kunnen helpen. Dat onvoorwaardelijke liefde proberen. Zorgen dat deze polaire wereld, die in afscheiding is, naar onvoorwaardelijke liefde, eenheid kan gaan. Yep. Daar komt het nu, dat wringt nu, dat begint wat meer te kribbelen op deze moment, dan eigenlijk één achievement van één iemand. Dat is heel herkenbaar voor mezelf ook. Ja. Nu, in die omgeving hè, waar je in gecoacht hebt, is een zeer, zeer gedreven en competitieve wereld. Ja. Nu onlangs plaat je ook een quote op je online media, social media, van wherever you are, it is the place you need to be. Rest and be kind. You don't have to prove anything. Nu, dat zijn twee uitersten ook. Hè. Heel competitief zijn en ook gewoon zijn. Is die dualiteit iets wat inherent verbonden is aan de mens? Of hoe zie jij dat? Om te beginnen al. Hè. Ik geloof heel erg in... Ah ja. Mijn grote visie is eenheid. Dus we leven in afscheiding. Polariteit, dualiteit. Maar eenheid. Nu, in heel het concept natuurlijk, heb je ook heel veel factoren die het maar moeilijker maken om van afscheidenheid naar eenheid te komen. En dat zie je gewoon, want anders zou het niet zo chaos zijn en zo op deze moment. Dus als je een sporter hebt en die is heel competitief en zo, ik kan hem alleen maar laten focussen op de competitiviteit en al de rest. Maar wat als het gedaan is? Als het stopt? Ga je altijd winnen of ga je ook verliezen? Nee, als de dualiteit er is, ga je altijd eens winnen, ga je altijd eens verliezen. Dus als ik dan coach ben, hè, want dat wordt dan op u geprojecteerd, jij bent mijn coach, jij moet dat in orde fixen, brengen en dit en dat, dan kun je een bepaalde keuze maken. Kun je zeggen van, oké, ik ga me focussen daarop, want dan weet iedereen dat ik een fantastische coach ben en dit en dat. En dan kan ik laten zien van, wauw, ik ben een goede coach. Of je kunt
eigenlijk er anders mee omgaan. Kunnen zeggen van, oké, dat is je sport, maar dat is niet wie dat jij bent. Vergeet dat niet, dat is je sport, maar dat is niet wie dat jij bent. Want als je wint, heb je heel veel mensen dat je leuk vinden. Als je verliest, dan dezelfde mensen kunnen je volledig haten. Dus zorg niet dat je een identiteit opplakt, dat jij die persoon bent. Nee, werk aan je identiteit. Werk aan wie dat jij eigenlijk, ja, niet aan je identiteit, maar werk aan wie dat jij in de core eigenlijk bent. En als je daaraan werkt, dan maakt het niet uit of dat je morgen wint of verliest. Want je probeert elke keer je eigen gewoon te verbeteren. Oh ja, als je dat zo moet uitleggen. En via die insteek heb ik altijd mensen willen helpen. Willen helpen in hun sport. Sport, dat is hetgeen dat iedereen ziet, maar dat is second to none. Het gaat om de persoon zelf. En als die dan ook de verantwoordelijkheid ervan durft nemen en zeggen van, oké, ik neem de verantwoordelijkheid erin, want je hebt ook mensen die gewoon niet een verantwoordelijkheid willen nemen. Jij bent mijn coach, ik win. Goed, ik heb het gedaan, ik verlies. Goed, jij hebt het gedaan. Dat bestaat ook. En dat beseft ook, als je heel het polair gegeven ook beseft, dan kan dat je ook niet zo heel hard kwetsen. Maar als ik die kan helpen om dat zo in te zien, dan heb ik toch al een groot deel gedaan. En dan kan dat zo verder gaan door het hele astrale veld. En dan, want jij kent iemand, ik ken iemand en wij zijn 2 maanden verwijderd van 1 miljoen. Dus zo kunnen we dan wel mensen helpen. Ja, dat is toch een visie dat ik heb. Nu, je moet niet alles aannemen als waarheid, hè, van wat ik zeg. Komt ook uit mijn associaties en mijn identificaties met van alles en nog wat. Maar dat is toch hetgeen dat het dichtste voor mij aanleunt bij eenheid, in plaats van scheiding. Ja. Ja, want in een niet zo genuanceerde opinie kun je zeggen dat eigenlijk topsporters vaak mensen zijn die een groot ego hebben. Mm-hmm. Om dan zo'n boodschap te brengen aan iemand die dat jij moet coachen, lijkt me ook niet evident. En nee, het is zeker niet evident, want ja, in het hele gegeven van sport heb je ook nog van alle andere dingen. Het is niet alleen maar iemand die aan het sporten is. Het kan ook gewoon cultureel van alles zijn, het kan religieus van alles zijn. Dus je moet daar ook wel rekening houden met heel veel dingen die invloed kunnen geven op die persoon zelf. Ik bedoel, als je kijkt naar sociologie, heel interessant, want dan kun je demografisch ook bepaalde dingen plaatsen en zien. Als je jezelf verdiept in religieuze aspecten, dan weet je ook bijvoorbeeld van, ah ja, daarom dat die persoon misschien zo of zo denkt of zo reageert. Als je cultureel gaat zien, dan kun je ook dingen meekrijgen. Dus met sporters werken is eigenlijk heel extreem werken. En, maar niet alleen extreem naar resultaat, maar wel extreem naar omarming, zou ik dan zo zeggen. Omarming van verschillende groep identities, om dan daaruit iets overstijgend te kunnen brengen bij die persoon, zodat die verder kan gaan. En dat is in mijn ogen het nut eigenlijk van sport. Of dat Real Madrid nu nog eens wint of verliest, I don't care. Maar moest ik bij Real Madrid werken, dan zal ik wel iets brengen waardoor een speler anders gaat kijken naar heel het sportieve gedeelte, in plaats van schone Balenciaga's en al die rest en die toestanden, dus ja. Dat is waar, dat is mooi gezegd. Nu dat fysiek of belangrijk is geweest of nog altijd, is voor mij heel duidelijk. Nu, van uw andere interesses is ook die spiritualiteit of dat mystieke. Hoe ziet jij eigenlijk die twee dan, je hebt het misschien al een klein beetje uitgelegd, maar hoe ziet je die twee eigenlijk samengaan? Hoe integreren die twee of hoe matchen die twee nu, aspecten? Als je naar spirituele trekkingen of zo gaat kijken, kun je overal wel iets vinden dat een bepaalde raakvlak heeft, een raaklijn, of hoe zeg je dat? En dat je vooral naar binnen moet gaan. En het gegeven van naar binnen gaan, dat vind ik wel heel interessant. Hoe kun je dat brengen hier in het stoffelijke dan, door gewoon met mensen te communiceren. Hetgeen wat jij nu eigenlijk doet, vind ik heel fantastisch, vind ik heel goed, want je creëert eigenlijk dialoog.
Ik ben helemaal voor dialoog. Retoriek en filosofie. Waarom? Omdat ja, hoe meer dat je praat met elkaar, hoe meer dat je eigenlijk ja, de wereld of het universum kunt leren begrijpen. Door te beginnen praten, zijn er ook dingen te weten te komen. Dus ja, dat is een heel belangrijk gegeven. Dus als je het spirituele hebt, kunt heel veel boeken lezen. Ik heb er vorig jaar 192 gedaan, alleen maar over esoteriek. Omdat ik echt dat wou begrijpen. Typisch kenmerken van mij. Gewoon gaan. Tot het punt dat je eigenlijk beseft van, eigenlijk weet je nog altijd niks. En dat is wel fascinerend. Want dan lees je al die boeken en dan zoiets van, oké, ik snap het wel, maar ik snap het ook niet. Ah, dus we zitten te veel in ons hoofd. Ah, oké, dus als we te veel in ons hoofd zitten en we gaan nu door het leven, dan is die mind-body connection eigenlijk niet hoe dat moet zijn. Misschien moeten we eens zien van hoe kunnen wij controle creëren over ons denken, consciousness, unconsciousness, en controle hebben op ja, hetgeen dat je hier hebt, gezet de laatste structuur, als het om stoffelijke gaat, je hebt de laatste structuur van je ouders, je voorouders en al de rest. Dus heb daar een beetje respect voor. Laat u niet gaan, bij wijze van spreken. Maar het spirituele kent natuurlijk, ja, dat is dan een beetje zoeken naar... ja, voor mij is het dan eenheid met alles. En je kunt die twee wel bij elkaar brengen, maar het is gewoon een weg dat je echt wel voor moet zijn. Heel veel mensen rond u gaan u ook vaak beschouwen als... Dat is een zot, wat is hij allemaal aan het doen en zo. Maar dat is normaal, want je bent iets anders aan het zoeken dan de gros van de majority aan het doen is. Dus. Ja, dat doet me zo'n beetje denken aan die wereldbol, weet je nog, met dat kaartje. Just, van, yeah. This is what you know. This is what you know, ja. En dan is eigenlijk ook van het feit dat je, als je blijft je verdiepen in iets, komen er eigenlijk alleen nog maar additionele of extra vragen bij eigenlijk, yeah. Waar je dan ook... geen antwoord op weten, dat je eigenlijk beseft ook gewoon wetend dat je als persoon bent. Ja. En in dat opzicht vind ik ook dat wij ook eigenlijk allemaal... We zijn eigenlijk allemaal sukkelaars die gewoon maar iets doen eigenlijk. Hè. Ja. Wie heeft het... Allee, jij weet evenveel over het leven, allee, ongeveer dan zelf of dan iemand anders. Ja. Dus waarom zou je iemand anders geloven? Allee, of... En dat vind ik ook heel moeilijk, zo die grens met die waarheid, zo van... Ja, maar wat moet je nu geloven en wat niet geloven? Want ook bijvoorbeeld met de Miriam bijvoorbeeld, een voorbeeld van... Dat is van Denzel Washington, denk ik, die quote van... Ja, if you read the newspaper, you're misinformed. Wacht, ik moet het anders vertellen. If you don't read the newspaper, you're not informed. If you read it, you're misinformed. Ja. En dat vond ik wel een sterke, omdat ik dan ook denk van... Ja, hoeveel waarde hecht je aan iemand, als een persoon, maar ook aan iets anders, een organisatie... Zijn er de media of iemand anders die iets vertelt, dan is het toch uiteindelijk uw eigen visie of uw zeg maar, kijk op het leven dat al dan niet bepaalt van oké, dat neem ik aan of dat neem ik deels aan of dat neem ik niet aan. Dat is ja, in gros sens wel waar, maar als je nu anders zou benaderen, waarom moet je altijd iets weten? Waarom moet je altijd iets weten? Waarom moeten we altijd zoeken naar het antwoord? Een wetenschapper 30 jaar geleden, dat een onderzoek deed dat significant was, bij wijze van spreken, dacht ook dat hij het wist, maar 30 jaar later komt er een andere wetenschapper en die debunkt dat helemaal. Op dat moment, dus verleden weg en future weg, op dat moment zit hij ook in de nauw en denkt hij ook dat hij het weet. Maar ja, waarom moeten wij altijd proberen weten? Waarom proberen we het eens niet anders? Want het altijd proberen weten heeft al voor heel veel chaos gezorgd. Als we niet gewoon vertrekken van, dit is afscheiding, laten we gewoon naar eenheid gaan. En door onvoorwaardelijke liefde als één, klinkt als een hippie, maar het is gewoon zo, onvoorwaardelijke liefde, en vanuit die onvoorwaardelijke liefde zo harmonieus mogelijk proberen te leven, zonder te veel oordeel, want... Niet oordelen is heel moeilijk, maar we kunnen er naartoe gaan. Hè? We zitten in een polair gegeven, maar kunnen er eens naar kijken zonder oordeel. En dan onze verantwoordelijkheid erin nemen.
En als je dan je verantwoordelijkheid in heel dat gegeven inneemt, dan kun je wel iets creëren. Maar als je direct vertrekt uit van, ah ja, ik weet iets. Ja, als je iets weet, dan betekent dat iemand iets niet weet. En dan zit je weer in dat polair gegeven. En dan ja, krijg je altijd. Dus je hoeft niet altijd alles te weten. Je leeft nog altijd in een normale wereld, hè? Don't get me wrong. Ah, in een normale wereld. Je leeft in een wereld. Dus ja, ik moet weten waar het een bekker is. Ja, oké. Okay. Als een bekker daar is, dan ga ik naar een bekker en dan weet ik dat. Maar dat is goed dat je dat weet. Maar we zoeken vaak te veel in plaats van eigenlijk gewoon proberen te voelen. En met compassie naar elkaar te kijken. In plaats van direct vanuit een oordelend iets. Ik vind dat is een terechte vraag eigenlijk. Wat ik er zelf ook altijd bij denk is van ja, waarom wil je iets weten? Omdat je denk ik ergens controle over wilt hebben. Maar controle is langs de andere kant ook een illusie, want there is no such thing as control, allee, at least in my opinion. Ja. Dus inderdaad, dat vind ik wel... Want wat je ook zei trouwens, kwam je van die eenheid. Ik heb ooit een boek gelezen, The Biology of Belief, ja, van Bruce Lipton. Mm-hmm. Ik weet niet of je die al gelezen hebt. Maar die boek heeft me wel het concept ook doen voelen. Ik heb altijd heel veel moeilijkheden gehad met mensen dat zeiden. Mm-hmm. Maar nu, it makes sense for me, some reason. Hoe ik eigenlijk dat probeer uit te leggen aan de hand van een heel simpel voorbeeld, is dat we allemaal een soort van cellen zijn, ja, in een groter lichaam. Ja. En dat we elkaar eigenlijk positief kunnen beïnvloeden of negatief. Ja. En dat je dan eigenlijk in dat lichaam, als er één cel minder gaat, doen de andere cellen het eigenlijk ook minder. Mm-hmm. En dat je dan eigenlijk zo op die manier een beetje verbonden bent, hè, als mens in een groter geheel eigenlijk. Hè. Ja. Want wat ik ook dat inzicht in heb gegeven is dat, hoe kun je eigenlijk rationeel zijn in een wereld? Ratio is goed, hè, maar ja, voor 2%. Mm-hmm. Al de rest is emotioneel, vind ik. Hoe kun je rationeel zijn in een wereld als je weet dat we eigenlijk op een vliegende rot zitten? Mm-hmm. Die gewoon, waarvan je universum dat uiteindt en waar we eigenlijk nog niet veel van weten. Ik bedoel, ja, als je dat gegeven zit naast de ratio, snap ik dan niet dat er toch heel veel dingen rationeel benaderd worden. Ja, en dan zeggen we rationeel, maar wat is rationeel? Als ik in een gebied ben waar er heel tijd oorlog is, dan gaat dat bij mij anders zijn dan iemand die elke dag gewoon aan een zwembad ligt. Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen, dit is goed en dit is slecht. En als je er niet met oordeel naar kijkt, dan kun je daaraan overstijgen. Maar dat is een heel moeilijk gegeven, want dan moet je naar binnen gaan. En dan moet je zelf aan je eigen visies werken, je eigen ideologieën, of je eigen religieuze opvattingen en al de rest. Dan moet je daar eens gaan kijken van, werkt dat? Is dat met liefde, bij wijze van spreken? Ja, nee, ga ik me daar eigenlijk maar aan vastklampen of niet? Ga ik dat durven loslaten? Durf ik in die abyss springen, bij wijze van spreken, van wie was ik? Ja, en daarvoor is dat wel altijd handig als je met mensen kunt praten, want dan kun je delen en sharen. En dat is wel een heel belangrijk gegeven, vind ik. En daar zit jij nu vooral keihard mee bezig, dus dat is wel top. Ja, is dat ook misschien ergens, wat ik daaruit afleid, misschien ergens een privilege van mensen die het goed hebben, dus welgestelde mensen en landen, dat die de mogelijkheid hebben om na te denken over van alles en nog wat, net omdat onze basisbehoeften zijn vervuld ten opzichte van een land waar er bijvoorbeeld oorlog is, die veel hadden gefocust op die primaire behoeften, overleven, mm-hmm, eten, voeding, en dat wij ergens in die chain, die piramide, een tweede verdieping erop bouwt, of een tweede piramide erop zelf, om te zeggen van ja, dat is hier allemaal vervuld, wat gaan we met onze tijd doen, dan heb ik heel veel afleiding. En dat we dan veel vragen beginnen stellen of veel willen weten of zo. Maar dan kunnen die vraag ook anders stellen. Is het eigenlijk hier dan, in de westerse wereld, hè, of whatever, is het dan zo goed? Dat is een mooie nuance. Dan kun je daarover nadenken. En dan kun je daar met mensen samen zitten. Ah ja, nu is dat wat moeilijker, want het is corona. Hè, een kleine bubbel en dan kun je niet bij elkaar zitten, maar soms doet het wel goed om gewoon eens met mensen samen te zitten en over zo'n ding eens te praten, want dan gaat het niet over
Temptation Island of whatever. Dan gaat het eens over dingen waar mensen aan ja, elkaar in kunnen connecten en zo. Dus de vraag is, ja, is het hier dan zo goed? Ja, het is beter als andere plekken, maar de andere kant, ja, het is hier ook chaos. Heel veel angst, heel veel anxiety, heel veel depressies, maar ook wel heel veel goede dingen. Mensen zijn ook gelukkig, mensen kunnen overleven, mensen hebben kasten van huizen en zo, die ze eigenlijk met 26 kamers die ze niet nodig hebben, bij wijze van spreken, waar dat ze misschien kunnen openstellen aan mensen die dat wel kunnen gebruiken. Maar dat zelfs ook niet moet, hè. Dat moet niet, want dat betekent niet dat er dan iets beter gaat worden of zo. Maar het is makkelijk om te zeggen van, ah, wij zijn hier, dus we zijn geprivileged. Iemand zal altijd meer privilege hebben dan iemand anders. Dus wat maakt het dan, wat is de graad dan? Ah ja, jij bent 25% geprivilegeerd. Oké, dus jij mocht dit en dit en dit doen. Nee, dat is heel moeilijk. Soms als je terug naar inheemse stammen gaat, ja, er is een bepaalde structuur. Die zijn nu veel beter als nu. Who knows? Daarvoor zullen we data en zo moeten gaan bekijken en zo. En zien hoe dat die ermee omgaan en zo. Maar ja, ik zeg het, is heel moeilijk om te zeggen dat wij zijn privileged en anderen die het financieel voorbeeld niet goed hebben, ja, misschien emotioneel niet de ruimte hebben om over zo'n ding eens na te denken. Charlene Temples zijn er nog altijd. Die hebben ook genoeg tijd om na te denken. Die hebben veel minder resources, alhoewel dat serieus verfond wordt en zo, maar die zijn met veel minder tevreden, bij wijze van spreken, want vorm is helemaal niet belangrijk. Er wordt juist aangeleerd om vorm los te laten, dat het om spirituele gaat, maar als we allemaal in Shaolin tempels gaan zitten, dan gebeurt ook niks. Dus dit is ook wel nodig. Nuance is nodig, hè, in de wereld. Ja. Ook een van de redenen waarom ik ook bezig ben waar ik bezig ben. Maar ook om terug te komen, want we zijn een beetje we gaan aan het sidetracken, maar ja. Dat is zoals verwacht. Maar dat is normaal, hè? Ja, inderdaad. De mystiek, hè. Ik wou eigenlijk weten, wat betekent eigenlijk juist voor u, Kwame? Wat is dat eigenlijk? Want mensen, als ze dat woord heeft, in mijn ogen, naar mijn mening, ja, vaak een negatieve connotatie, omdat mensen dat vaak aan iets hangen. Van ja, het is poeha, het is iets, ja, iets, alleen zo, iets... Iets zweverig, ja, of zo. Dus vandaar de vraag, wat betekent dat eigenlijk voor u? Ik zal het anders zeggen. Als je mystiek hoort, dan reageer je direct van, oh, dat is weer al dat. Laten we dat eens gebruiken. Je hoort iets mystiek en je wordt direct getriggerd. Omdat je iets niet kent. Dat moet niet per se het mysticisme zijn, maar... Dat maakt het juist interessant. Dus je krijgt direct een ingeving van, oh, dat is weer dat. Oké, waarom gaat het niet naar binnen? Waarom reageer ik eigenlijk op het feit dat iemand met mysticism bezig is? Hetzelfde met demonology of zo. Oh, demonen, oh ja. Dan heb je een hele groep die angstig zijn. Oh nee, dat kan niet en dit en dat. Hè? Maar diezelfde groep gelooft wel in God. Gaat wel naar de kerk. Demonology komt voor in de Bijbel. Dus ja, ga je dan alleen maar één deel van de polariteit opzoeken, in plaats van de andere kant. Ik ben met die insteek eigenlijk daar naartoe gegaan van, oké, laten we de Bijbel dan pakken. Satan is slecht, whatever, bla bla. Oké, als ik dan in de wereld rondga, dan wil ik toch op zijn minst weten wat allemaal slecht is. En al de slechte dingen die er zijn, ja, duizend demonen of whatever, bla bla, die hun traits, dat wil ik wel weten. Want als dat de trait is van dat slecht, dan wil ik wel light shedden in het slechte. Want dat is mijn interesse vooral. Hoe kan ik light shedden in het duisternis van heel veel mensen? Dus pijn, anxieties en al de rest en zo. Ja, dan moet ik wel gaan zoeken naar iets dat ik eigenlijk niet ken. Om daar licht in te kunnen geven. En dat is vooral mysticism. Dat is vooral mysticism voor mij. Is een manier om te gaan zoeken
naar iets wat dat niet bekend is. En om daar dan verlichting in te brengen, en zodat je van alles kunt overstijgen. En dat is puur eigenlijk dat gedeelte. Dus dan zit er met rituelen en al de rest. Ja, rituelen. Nog zoiets. Ik bedoel, nu gaat iedereen in een ijsbad, bij wijze van spreken. Ja. En dan gooien ze er een bepaalde twist aan of zo. Hè? En dan is dat de norm. Maar dat is ook een tool. Dat is ook een tool om tot een bepaalde awareness te komen. Met rituelen heb je dat ook. Je kunt dat gebruiken als, ja, oké, op dat moment ga ik denken aan dat. Op dat moment ga ik mij connected voelen met iedereen, die eenheid weer. Dus mysticism voor mij is eigenlijk zoeken in je donkere stukken en daar licht shedden. En dat is dan, nu is hij ineens veel lichter dan, oh ja, die leest boeken over demonen en boeken over, over engelen en alchemy en zo'n dinges. Maar dat is gewoon interessant, want dat geeft u weer een breder kader om in te gaan. Tuurlijk, dat is kei-interessant. Dat is net zoals zeggen van ja, Disneyland is ook niet, is dan ook zo zegt niet cool, want uiteindelijk Disneyfilms gaan over allerlei figuren die eigenlijk niet bestaan, waar verbeeldingen wordt voor gebruikt, maar in elke Disneyfilm zit wel een verhaal, net zoals waarschijnlijk ook, of een betekenis, of een metafoor en meegegeven wilt worden, net zoals bij u ook waarschijnlijk daar ook metaforen voor het leven in zullen zitten die gebruikt kunnen worden. Zeker. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen van, je spreekt over light shedden in de duisternis, Kwame. Wat is dan uw duisternis geweest? Goh, dat is hetgeen dat er dan eigenlijk 4 jaar geleden eigenlijk vooral, waar ik direct mee kon resoneren, is een grote minachting hebben naar bepaalde emoties. Dus ja, ik vind, dat is ook zo'n zwaar woord, maar iedereen heeft een bepaalde shadow. Sowieso, iedereen heeft iets in zich. Dat moet niet goed of slecht zijn, maar iets in zich dat misschien niet past in het mooi kaderke van de wereld. En bij mij was dat vooral minachting, want ik heb een heel harde reactie op mensen die altijd zwak zijn, die hun eigen altijd slachtoffer in een rol van slachtoffer kruipen. Die dinges, daar heb ik een heel harde affiniteit van. Ah, nee. Weet je, oh, amai, weer zo wenen of zo. Ach, come on, sta op, doe iets mee, leven, gaat ervoor en zo. Maar als je dat herkent, en daarvoor deed je dat niet, je herkende dat niet en je deed dat gewoon, ja, dan wordt dat een soort van een patroon of een identiteit van wie dat je bent. Maar als je dat herkent, dan kun je pas je deel eigenlijk gaan transformeren. Dus als ik een enorme minachting heb naar bepaalde emoties wat hier eigenlijk omgaat, betekent niet dat ik een minachting heb naar de mensheid, maar naar een menselijk aspect. Maar omdat ik ook enorm minachting daarnaar heb, sta ik ook heel hard in verbinding met alle mensen. Want elk moment dat er zoiets komt, heb ik het weer. Ah. Maar als dat mijn geleefd verhaal is en ik kan dat nu gaan transformeren, dan heb ik een enorme band met iedereen. En dan kan ik door in mijn stukken light te shedden, kan ik er eigenlijk voor zorgen, en dat was er al veel aan, dat het dan zo in een rimpeleffect gewoon door kan gaan. Ja, zoiets. Ja, die minachting van die emoties, dan kwam je, is dat iets waar dat je zelf dat menselijke aspect ook ervaren hebt, als in die slachtofferrol? Is dat iets wat je zelf ook als persoon hebt meegemaakt, dat je daar nu als coach, maar ook als persoon naar misschien daarna gaat zoeken en die mensen probeert op te liften? In het begin was dat vooral niet de redder proberen uit te hangen, maar ik had altijd een extreme compassie met bepaalde mensen. Stel je voor, je komt uit een moeilijke upbringing, dan was het ook germe. Ja, nee, kom, we gaan ervoor zorgen dat alles in orde komt en zo bij, voor u. Spreek jij nu over uzelf? Nu ben ik over mijn eigen bezig. Ja. Hoe dat ik dan vroeger vooral te werk ging. Dus, die heeft eigenlijk niet veel en zo. Kom, we gaan die helpen. En dan stikte al uw tijd erin en dit en dat. En dan, wat krijg je dan? Krijg dan vaak gewoon
een glimp van, als dat ineens goed gaat, dan heb je er zo gezegd iets op geprojecteerd. Van, oh, ik ga die redden, zodat die eigenlijk gered kan worden, zodat die eigenlijk iets anders kan gaan doen met zijn leven. Maar dat is mijn eigen projectie, dat ik eigenlijk op iemand anders doe. Dus dat is ook zo'n heel gegeven van, ik projecteer iets op iemand, die doet dat eigenlijk niet. En ik word dan eigenlijk teleurgesteld van, allee, hoe komt dat hij dat niet doet? Allee, het is toch zo, ja, het zou toch beter zijn als je dat doet? Maar ja, dat is gewoon mijn projectie of mijn wil dat ik eigenlijk op die persoon afprojecteer. Dus die minachting was heel, heel extreem. Van, oh, zwakkeling, oh nee, ik zal u wel redden. Nee, ik moet geen lekke emmers gaan vullen. Ik moet eigenlijk zorgen dat hij in zijn eigen kracht kan staan en dan verder kan gaan. Maar ja, dat komt niet van dat ik, omdat ik het zo moeilijk heb gehad, dat kan. Dat ik dat sneller herken bij mensen en dat ik zoiets heb van, of, ja oké, okay, dat is zo iemand, oké okay, ja, die heeft dat en dat nodig. Maar die zal op zijn tijd wel iets krijgen wat hij eigenlijk nodig moet hebben. En niet wat ik eigenlijk hoop dat die gaat doen, in de hoop dat dat dan zogezegd de wereld gaat veranderen of gaat verbeteren of zo. Nee. Werk dan je eigen, dat je dat niet moet gaan projecteren op iemand anders. Maar dat je van onder de oppervlakte gewoon vanuit die liefde dan weer kunt vertrekken en niet daarnaar kijken met oordeel. En dan wordt dat wat makkelijker om met minachting om te gaan. Dat is je geleefd verhaal. Maar nu kun je een nieuw verhaal schrijven. In elk moment kun je een nieuw verhaal schrijven. Ja, er zit natuurlijk ook wel een eerdere gast op de podcast, heeft dat ook gezegd, hè, Thomas Davee. Ah ja, ken ik ook. Die zei ook van, er zit een voordeel in het behouden van de klacht. Omdat hij zei van, ja, dat is een bepaalde identiteit waar je je aan vasthoudt, omdat je daar je eigen in herkent en je omgeving ook. Dus je weet dat je eigenlijk voor die specifieke situatie een bepaalde aandacht krijgt. En dat je daar ook aan blijft herinneren, ook omdat je omgeving elke keer tegen je zegt van, hé, dat klopt wel, je zit in die slachtofferrol. Ja, het is zo. Ja. Nu, dus dat spirituele, we hebben al gehoord wat dat voor jou betekent, maar hoe omhelst jij dat zelf als persoon, die spiritualiteit? Ja, ik vind zo het woord spiritualiteit weer zoiets heel zwaar. Welk woord mag je dan gebruiken? Gewoon zijn. Zijn, oké. Okay. Zijn is wat makkelijker. Hoe omhelst jij je zijn, Kwame? Door, ja, wat ik er juist eigenlijk heb gezegd, door elke keer rond te gaan en te kijken, niet in identiteit, niet in groep identity te gaan, want dat is het makkelijkste. Ik ben dit en jij bent dat, dus wij komen niet overeen, dus wij gaan heel de tijd blijven zagen tot als we iemand van ons gelijk heeft. Doen wij al heel ons leven, meerdere levens, en look at us now, blijf dat eigenlijk gewoon doen, dus dan moeten we een andere invalshoek gaan beginnen creëren. Door eerst gewoon naar je eigen te gaan. Het begint altijd bij je eigen. Probeer niet al de rest te veranderen, probeer je eigen kader te veranderen. En dan gaat dat wel zijn eigen rondspreiden en zo. Dus ik sta op, ik doe mijn rituelen. Die rituelen zijn meer gewoon om te kunnen u al een beetje voor te bereiden op wat er allemaal gaat komen. Dus ik sta op, ik doe een ritueel. Een ritueel is gewoon dat ik blij ben dat ik mag wakker worden, want hoeveel mensen zijn er die gewoon sterven? Dus als ik dat al heb, dan heb ik ook ineens de drive voor de dag van oké, vandaag is kan uw beste dag zijn, want jij hebt het mogen overleven. Dan heb je van oké, je staat in verbinding met heel veel mensen, met alles. Alles staat in verbinding, dus kom even zo dat beseffen dat als je buiten stapt, dat je niet in afscheiding moet gaan. Dat je gewoon alles moet omarmen in eenheid. En dan, altijd denken aan het hoogste goed. Dat is dan wat stoïcisme dat er wat bij komt, maar altijd denken aan het hoogste goed. Ben ik nu iets aan het doen dat een effect gaat hebben op eenheid? En zo probeer ik doorheen de dag te gaan. Ja.
Ziet jij die materie als zen ook iets als iets esoterisch? Want je spreekt over esoterie. Ja. En dus een soort van kennis die enkel voor ingewijden of voor mensen die zich daarin verdiepen beschikbaar is. Is dat, dat ook dat de definitie voor jou is van esoterie? Het ding is, je hebt heel veel categorieën van boeken. Je hebt heel veel categorieën van tools, laten we dat zo zeggen. Alles kan u tot zijn of tot uw eigen, alles kan u tot dat brengen. Dus kan esoterie voor mij meer aware maken? Voor mij wel. Maar dat betekent niet dat dat voor Jan en Alman is. Maar dat moet dan ook niet alleen maar voor ingewijden zijn. Zo wordt dat wel uitgelegd en zo. Maar als het u interesseert, dan gaat het toch, is het toch weg. Iemand die helemaal zot is van biologie, die gaat ook helemaal keihard in biologie. En weet dan ook op dat vlak, op het denken, heel veel. Maar dat betekent ook niet per se dat die ook aanwezig is, bij wijze van spreken. Dus het is niet altijd van welke tool dat je gebruikt, dat je er gaat komen. Het gaat om elke keer herinneren van, ik ben wel een tool aan het gebruiken, maar alles is er al. Maar ik ben wel een tool aan het gebruiken. Dus daarom vind ik het ook heel moeilijk om zo dingen te labelen, zoals spiritualiteit. Want als ik naar een markt ga en ik zeg van, ik lees heel veel over spiritualiteit. Gaan misschien wat mensen hebben, ze zeggen, oh, wat is die nou weer allemaal aan het zeggen? Maar als ik dan mijn emotie babbel, waar dat iedereen aan kan relaten, ongeacht religie, kleur, whatever. Ja, ik heb vandaag iets heel interessants gelezen over pijn of anxiety of zo. Dan zie je al mensen al misschien wat meer kijken van, oké, dat is wel misschien wat interessanter. Omdat je daar niet in kunt labelen, je kunt dat niet aan iets toe-eigenen. En zolang dat ik in een dag zoveel mogelijk dat probeer te doen, ja, dan kan dat wel verder gaan als we in het kwantumfysisch gegeven allemaal aan elkaar verbonden zijn en alles kan doorgaan in het astrale veld. Ja, dan is dat wel een manier om naar jezelf te komen zonder iets op mensen af te projecteren en al die toestanden. Dus niet te veel labelen. Nou ja, dat mag, hè. Iedereen mag labelen. Ik zie niet wat je moet doen. Maar probeer dat niet te veel te doen. En dan blijf je in die eenheid en ga je niet in afscheiding. Ja, dat is natuurlijk niet altijd gemakkelijk. Omdat je vaak hangt het woord dat je zegt tegen iemand, de persoon die dat interpreteert, dat is persoonlijk. Dus de persoonlijke interpretatie van een bepaald woord is gebaseerd op je verleden, prikkels en conditionering. Maar je wilt wel iets heel snel tastbaar zeggen ook. Dus het is soms ook wel gemakkelijk om iets te gaan labelen, omdat het ook meteen die herkenbaarheid er is van een andere persoon, eigenlijk. Maar wij zeggen allemaal heel veel, maar wij denken niet over wat wij zeggen. Ik zal het anders zeggen. het komt er allemaal makkelijk uit, maar het hoeft ook niet altijd in woorden overgebracht worden. Je moet praten, hè, met elkaar. Maar als we nu eens verder over nadenken en zeggen van, je moet dat toch uitleggen, je moet dat toch met woorden zeggen en zo. Soms gewoon stil zijn en gewoon echt luisteren naar iemand en je tijd pakken om niet polair antwoord of niet een antwoord te geven vanuit een bepaalde associatie dat je hebt meegemaakt of iets wat je hebt geoond. Om eens even gewoon stil te zijn en denken van, oké, wat is die persoon nu eigenlijk aan het zeggen? Van waar komt dat? Ah, die is dit aan het zeggen. Oké, ik ga iets zeggen, maar ik ga die niet ineens in een bepaalde richting duwen. Ik kan anders communiceren. En dan krijg je een heel andere communicatie onder elkaar. Want vaak is het, ik ben met u hier, ik weet meer als u over een bepaald topic, dus ik ga nu alles leren. En vaak hebben mensen dan zoiets van, ik weet er meer van, dus ja, leg het maar uit, maar ik weet er toch meer. Maar als je gewoon zwijgt en gewoon luistert is, misschien kan dat zijn dat hij een bepaalde emotie aan het uiten is. Misschien zit hij vast ergens. Misschien durft hij iets niet, een bepaalde emotie niet vrijmaken. En als je echt goed luistert, dan kun je dat vaak wel ook wel opvangen.
En dan kun je je tijd nemen om te formuleren wat je wilt zeggen of wat je wilt overbrengen. En dan ligt het nog altijd bij de persoon zelf hoe dat die dat opneemt. Want ja, we zijn elkaar spiegel op dat moment. Ja, wat je ook zegt inderdaad, van verschillende tozen dat iedereen op zijn eigen manier zijn of zo moet ontdekken. Vind je het dan ook niet, ik maak een sprongetje, een associatie, vreemd dat eigenlijk, nu misschien een relevanter voorbeeld, het vaccin, dat er een vaccin wordt gemaakt, dat voor iedereen hetzelfde is, maar alle mensen zijn verschillend. Maar toch gaan we dat allemaal hetzelfde vaccin allemaal in verschillende mensen steken. Is dat niet een beetje een vreemde insteek, omdat elke persoon anders is, om dan te zeggen van kijk, we hebben hier iets gevonden, de oplossing, terwijl het eigenlijk niet helemaal de oplossing blijkt te zijn in mijn overtuigingen? Het probleem is, nou ja, laten we het weer trekken. Wij hebben getekend, wij leven hier, dus wij leven in een wereld waar dat er bepaalde dingen geregeld worden, waar dat wij ons aan moeten houden, omdat wij in een staat leven en al de rest en zo. Dus dat zijn dingen die we wel weten. En dan kom ik terug op gewoon uw eigen verantwoordelijkheid nemen. Inform uw eigen. Lees. Probeer te voelen. Probeer na te denken. Probeer alle kanten te bekijken. Dus niet enkel, ik zet niet alleen de VTM of zo op. En ik luister alleen maar naar wat er op VTM gebeurt. Nee, luister ook eens naar andere mensen die ook in de field zitten en hoe dat die erop reageren. En ga dan zakken en kijk naar, zijn we aan het praten uit angst? Of zijn we aan het praten uit ja, het beste dat we willen voor alle mensen? En pak dan je eigen verantwoordelijkheid erin om dan een bepaalde keuze te maken. En als je die keuze maakt om bijvoorbeeld dan in dit geval gevaccineerd te worden, dan heb je ook die keuze gemaakt. Neem die verantwoordelijkheid er dan in. Als er dan iets misgaat of zo, niet dat ik zeg dat dat gaat misgaan, maar dan heb je wel je verantwoordelijkheid genomen. Dus dan ligt de verantwoordelijkheid niet bij iemand anders, dat is het makkelijkste. Worden er een beetje naar gedwongen? Dat kan. Dat kan misschien zijn, ja, dat zo is, maar jij beslist wel of dat je het doet of niet doet. En neemt dan de verantwoordelijkheid ervan. En in zo'n dinges blijf ik altijd zo'n uitleg geven. In plaats van mee te gaan met de non-believers en mee te gaan met de believers. Nee, neem je eigen verantwoordelijkheid, informeer je eigen een beetje, neem de verantwoordelijkheid en neem dan, als je het dan doet, ja, neem dan de verantwoordelijkheid voor wat er allemaal kan gebeuren en leg het niet bij iemand anders. Maar dat is het makkelijkste, want dan kom je weer in die slachtofferrol. Van, oh, iedereen zegt dat ik dat moest doen, dus ik heb dat gedaan. Ja, maar je hebt het gedaan. Ja, maar anders kon ik niet op vakantie gaan. Ja, maar je hebt het gedaan. Dus ja, uiteindelijk heb je ervoor meegestemd. Doe het niet en blijkt dat de vaccin wel werkt en je wordt dan ziek, neem de verantwoordelijkheid. Ja, dat is een mooie nuance. Ik vind dan ook wel gaan toevoegen, verdeelden ook niet in kampen. Van tegen elkaar heb je ook gewoon begrip voor elkaars keuze. Ja. En dan heb ik het niet enkel over het op vlak van het vaccin, maar ook voor keuzes in het leven gewoon. Dat je gewoon eigenlijk je eigen ding kunt doen. Nu, om toch terug te komen naar die... naar het zijn. Uh-huh. Nee, dat maakt niet uit. Het is al goed. Heb ik ook gezien dat jij ook je laat inspireren of laat je kennis verruimen door verschillende filosofieën. Ja. Het Taoïsme, het Boeddhisme, het Stoïcisme. Je focust allemaal op andere dingen ook wel. Allee, er zit ook wel een beetje een gemeenschap in. En dus daarom heb ik ook wel weten, van, ja, in welke mate komen die filosofieën eigenlijk overeen? Wat zijn daar zo de raakvlakken of waarom heb je voor die drie... Allee, niet gekozen, maar die overheersen precies die overheersen wel. Het stoïcisme, voor mij is dat heel... Ah ja, we leven nu in deze wereld, in deze polaire wereld. Dan vind ik de gedachtegang van het stoïcijns leven wel voor een groot deel, dat is niet alles, voor een groot deel wel toepasbaar hier op aarde.
Want dat zal ook heel veel mensen in hun eigen kracht kunnen laten staan op dat vlak. Als je dan gaat naar Taoïsme, daar gaat het meer om voelen. Voelen met die eenheid, voelen met natuur, er zijn op de momenten. Dus Stoïcisme voor mij is meer ja, iets structuur. Hè? Bijvoorbeeld memento mori, one day you'll die. Ja, oké, dat klopt. Ooit ga je sterven, dus maak het er het beste van. Amor fati. I love it, bij wijze van spreken. Tegen alles zeggen I love it. Dus als je tegenslag hebt, is goed. Uit deze tegenslag kan ik iets uitputten om iets te creëren. Dan ga je ook niet weer in die slachtofferrol of ga je niet in een bepaalde emotie stappen. Dan probeer je dingen te overstijgen. Dus dat is dan vooral stoïcisme. Taoïsme is meer voelen. Eens zijn met natuur, eenheid van alles. Ook mooie parabels en zo. Waar dat je ook elke keer terug naar die eenheid durft gaan. En dan Zen-boeddhisme, ja, dat is ook voelen. Dus die drie liggen mij eigenlijk het beste. Waarom? Dat als iedereen al die drie in grote deel zou doen, dan zouden we al een heel andere wereld krijgen. Je moet gaan werken en doen, hè. Je moet zorgen voor een community en je bent een deel van de staat, dus je moet je verantwoordelijkheden nemen en zo. En dat vind ik zo mooi aan stoïcisme. Je moet iets doen, doe iets nuttig mee leven. Maakt niet uit, oh, ik moet de ideale job hebben en dit en dat. Nee, ga, doe iets nuttig. Neem de verantwoordelijkheid om iets te doen, maar probeer zoveel mogelijk wel ervan bewust te zijn dat je allemaal interwoven bent. Hoe praktiseert jij die drie filosofieën of één ervan, of hoe je het wilt invullen of interpreteren in je dagelijks leven? Dus bij het opstaan direct heb ik mijn rituelen of whatever. En dan heb ik ook een gedeelte waar ik meditaties van Marcus Aurelius, waar ik al direct naar luister. Dus ik heb een compact versieke van een half uur. En elke ochtend als ik opsta, dan zet ik dat op. En dan luister ik er naar. En dan plan ik eigenlijk mijn dag in. Dan plan ik eigenlijk mijn dag in van, oké, je gaat lastige mensen tegenkomen, maar dat is niet dat die mensen lastig zijn, maar dat is een bepaalde trait van hun, waar dat je misschien een reactie op kunt hebben. Je gaat die tegenkomen in je dag. Dus omarm dat en laat u er niet op reageren. Probeer dat te overstijgen. Zo'n puntjes en zo, daar begin ik eigenlijk mijn dag mee, zodat ik eigenlijk gegrond de dag door kan gaan. Dan zorg ik dat ik altijd een momentje heb om in de natuur of gewoon buiten te gaan of gewoon te wandelen of whatever, zodat je gewoon even weg zijn van heel de hysterie en de gekheid en zo. En dan, vooral met het boeddhisme gedeelte, probeer ik elke keer wel iets te doen dat verbindend is, waar ik uit mijn comfortzone moet komen. En op dit moment zet ik die drie dingen gewoon elke keer op mijn verhaal. En dan, ja, of dat er nu iemand helpt of niet, het kan. Het kan ook zijn van niet, maar sommige mensen reageren er goed op. Sommige mensen reageren heel, wat is het nu weer aan het doen? Maar ja, dat ga je altijd krijgen. Maar de mensen die er goed op reageren, die komen ook uit hun comfortzone. En misschien daardoor, ja, zorg ik weer voor iemand die verlichting in zijn klein wereldje of celletje, zoals je er juist zei, begint te doen. En zo spreidt het allemaal rond. En dan kunnen we misschien in een andere wereld leven. Is dat het doel? Who knows? We don't know why we're here. Maar dat maakt het wel draaglijker voor iedereen. Daar gaat het om. Draaglijker maken voor iedereen. Elke dag. En wat zijn die rituelen? Oef. Confidential, hè? Nee. Ik zeg maar, dat maakt zo mystiek, hè? Snap je? Als je wat ritual magic boeken zou lezen, dan komt dat altijd bekend op hetzelfde neer. Je zorgt dat je eenheid creëert. Je zorgt voor een sacred space, waar dat je gewoon tot rust kunt komen. Dus dat kan voor iemand gewoon mediteren zijn. Dat kan voor iemand zelfs basketballen zijn. Dat kan voor iemand voetballen zijn. Dat is gewoon je sacred space waar dat je even
gewoon tot rust kunt komen. Ik gebruik dat meer om een eenheid te creëren, om naar die eenheid te kunnen gaan. Dus ik probeer mij mentaal al voor te bereiden om naar die eenheid te gaan en die te proberen voelen, zodat ik, als ik doorheen de dag ga, toch wel bepaalde dingen kan doen. Dus ja, ik vind Ritual Magic heel interessant. Iemand anders kan voodoo heel interessant vinden. Iemand anders kan witchcraft heel interessant vinden. Iemand anders kan gewoon bidden heel interessant vinden. Maar dat zijn allemaal rituelen. Ik doe dat gewoon op een andere manier. Ja. Zijn er eigenlijk veel uitdagingen in je leven die dat je via een van deze filosofieën probeert te verlichten? Of dat je het zelf zegt ook draaglijker probeert te maken voor jezelf? Ja, het grootste is die minachting kunnen harnessen, transformeren naar iets dat draaglijk kan maken voor iedereen. Dat blijft zoiets dat we eigenlijk wel heel de tijd blijft kloppen, omdat je ziet heel veel mensen, social media, je doet dat open en iedereen toont zogezegd het beste kant van zijn eigen. En als je er naar kijkt, dan kun je vaak zien dat dat grotendeels façade is of een personage dat je dan maakt. En dat, vroeger zou dat meer zijn geweest van, hier zijn we weer. Maar nu is dat meer van, er is heel veel opportunity om naar eenheid te gaan in plaats van zo afgescheiden te blijven. Dus ja, bij mij gaat het meer om hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zo in mijn kracht kan staan en verlichtend kan werken, waardoor dat mijn omgeving en zo ook verlichtend door het leven kan gaan, zodat we een mooi geheel kunnen creëren. En dat is hetgeen dat nu heel de tijd aan het tikken is. Tik, 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 tik. Van, er wordt een appel op gedaan. In plaats van, ik sta op, ik ga even een jogsje doen, want ik wil er goed uitzien. Ik kan nog eens misschien fitnessen of zo. Ik kan werken, kom thuis en nee, voor de volgende generatie dat eraan komt, wil ik wel iets mee kunnen geven. Waardoor dat die niet gewoon maar door het leven gaan, maar dat die even nadenken en zijn. Oké. Nu, dat stoïcisme vertelt dat elke gebeurtenis ongeveer neutraal is. Mm-hmm. En dat hoe je daarover denkt, je perceptie ook over die gebeurtenis bepaalt. Mm-hmm. Waar ik helemaal achter sta, ik heb ook overtuigd dat je zelfs gebeurtenissen van het verleden anders kunt benaderen, mm-hmm. waardoor dat je er niet meer zo zwaar aan vasthangt, bijvoorbeeld mocht dat een negatieve ervaring zijn geweest. Maar kun je in dat opzicht dan eigenlijk alles gewoon super fantastisch vinden en een gelukkig leven leiden? Maar de vraag is dan, daarom dat ik zeg van, er zijn stukken waar ik van alles wel pak, waarom moet het leven altijd happy zijn? Als het leven heel de tijd happy was, zou het een heel saai leven zijn. In mijn opzicht, wat ik zou vinden. Hè. Als je heel de tijd zou lachen. Hè. Nee, want door soms tegenslag te hebben, leerde, komt je eigen tegen. Dus daarom vind ik het hele gegeven van yin-yang. Hè. Ja, geniet ervan dat er soms is, af en toe is iets misgaat. Want dan leefde soms wat meer dan dat je in een op een wolkje ligt. Dus ja, happy. Ja, niks moet heel altijd happy zijn. Nee, je mag tegenslagen hebben. En als je uit die tegenslagen komt, dan word je sterker. Of niet. Sommigen worden er niet sterker van. Ja, wat voor mij daarin heel herkenbaar is, ik heb altijd zo, ook met het project dat ik nu doe, bepaalde doelen vooropgesteld. Ja. En, 6 maanden geleden zou ik blij zijn met de positie waar ik eigenlijk nu sta, maar nu merk ik oké, ik ben al aan het kijken naar de volgende 6 maanden, zonder dat ik hier eigenlijk echt bij stilsta. En ik vind ook dat je zo, doordat je die ongeduldigheid ook een beetje bij mij er zo in zit, wil ik ook precies dat bepaalde dingen heel snel bereiken. Maar ik ben al langzaam tot een inzicht gekomen dat eigenlijk dat ik blij ben dat het allemaal niet zo snel gaat. Mm-hmm. Omdat ik net wat ik nu ook vertelde, doordat alles soms een beetje te goed gaat, heb ik, dat is persoonlijk, hè, vaak zoiets de neiging van, goh, ik heb hier precies mijn eigen al bewezen, laten we iets anders gaan doen. Ja. En dat is een heel, ja,
dat verklaart ook een beetje misschien waarom ik veel bruggetjes heb, allee, veel heb gesprongen in mijn leven, ook omdat ik heel experimenteel ben, maar dat ik zo vaak iets heb gehad van oké, ja, ik heb precies, naar mijn bescheiden mening, zo hier van, nou, ik heb dit precies gemasterd, ik heb een bepaald succes en daar mijn eigen definitie van succes bereikt. En ik kan dat nu afsluiten en doorgaan. Ik zeg ook van ja, maar ik ben eigenlijk blij dat het allemaal niet te gemakkelijk gaat soms, omdat ik dan iets heb van oké, ja, want dan gaat het misschien zo wat niet rusteloos, maar zo wat van ja, zo wat vervelend door het leven misschien, omdat je zo wat iets hebt van ja, zo, alleen is er geen uitdaging in het leven niet, dan is, wat is het leven dan nog ergens of zo? Waarom moet het leven een uitdaging zijn? Waarom moet je het leven, moet het leven een uitdaging zijn? Waarom? Dat is gewoon een vraag. Hè? Goh. Wat gebeurt er als... Ik denk niet dat dat moet, maar ik denk dat ik misschien moeilijkheden heb om gewoon te zijn en daar eigenlijk niks meer uit te halen. Omdat ik iets heb van, ook altijd aangeleerd gedrag van oké, productief zijn is goed, niet doen, is het je niet nuttig, dus zit je eigenlijk niet goed bezig. En ook om dan altijd zo dat paradoxale van ja, Mathieu, ik wil ook iets meegeven aan iemand. Als ik niks doe, gewoon zijn, wat geef ik dan eigenlijk mee? Maar je beseft eigenlijk niet dat je sowieso iets meegeeft, al is maar aan je omgeving. En dan denk ik ook van ja, Mathieu, wilt je dan per se impact maken op zoveel mensen? Je kunt ook gewoon, vandaar ook je mooie quote, hè, van wat was het hier? You don't have to prove anything. Hè? Ik vond dat, ja, die komt ook wel binnen en dat is zo een beetje die dualiteit ook, waar je als mens soms mee ziet van ja, enerzijds wil je dat wel kunnen zo ergens zijn, maar anderzijds heb je zoiets van ja, is dat wel voldoende voor mij? Of en dat is een heel moeilijke balans om mijn eigen er ook in te vinden eigenlijk. Als je nu eens gaat naar waarom word je zo lastig van iets niet bereiken gaan? Ik denk misschien dat ik ook bepaalde dingen voor ogen stel. Wat heb je voor ogen gesteld? Nu ben ik lastig te doen, hè? Maar ja, nee, iedereen ik dat niet gewoon naar mensen vragen naar voilà. Ah, voilà. Voilà. Wat denk je hier nog lang blijven? Dat is iets anders. Ja. Waarom denk je zoveel druk op je eigen? Ja, wel, ik denk dat dat is omdat ik vaak een bewijsdraging heb gehad naar mezelf toe, maar ook naar mijn vader dan specifiek. Ja. Omdat ik zoiets wel deed van, kijk, is uw zoon of zo is toch geen mislukkeling? Of... Vind jij dat jij een mislukkeling bent nu? Nee, eigenlijk niet. Dat is heel vreemd, maar ik heb ook een bepaalde erkenning of zo gevonden van mijn vader. Maar dan heb ik ook gemerkt dat het eigenlijk aan mezelf lag, omdat ik vaak ook bepaalde verwachtingen of interpretaties projecteer op iemand anders. Mm-hmm. Dat ik denk van ja, ik ga dat niet doen of ik ga dat zo zeggen, want die zal wel zo antwoorden of die zal wel dit zeggen of die zal wel zo handelen. Terwijl ik denk van Mathieu, jij moet dat toch niet invullen? Is mijn ego zo groot genoeg dat ik eigenlijk bepaalde dingen van andere mensen kan invullen? En dat is zo... Dus nee, dat is elkaar, maar dat is wel iets dat lang gesluimerd heeft en je ziet dat dat soms nog naar boven komt. Maar dat dat naar boven komt, dat gebeurt heel vaak. Hè? Ik bedoel, die minachting, dat komt nog altijd voor. Hè? Is de bedoeling dat die minachting er helemaal niet is? Nee, want dan zou er geen passie zijn. Dan zou ik niet passioneel mij willen engageren in mensen helpen. Of zorgen dat we toch in eenheid kunnen leven. Dus wat is het nut dan om dat te gaan wegschuffelen? Dat is ook hetgeen dat ik tegen heel veel mensen zeg. Als je intrinsiek iets hebt, hè? Ah ja, laten we pakken. Ik geloof wel in reïncarnatie. Hè? Dus je ziel komt elke keer terug. Tot als je elke keer het beste kunt geven of het meeste kunt halen uit wat je moet doen. Stoffelijke, dat blijft dingen. Dus als je gelooft in reïncarnatie, dan... Kan het zijn dat ik een Chinees ben geweest, dat kan zijn dat ik een Griek ben geweest, dat kan zijn dat ik whatever. Dus dan valt al dat hele rassenkwestie en zo valt dan eigenlijk helemaal weg. Daarmee dat ik me ook wel mee kan vinden. Nou, waar is ik eigenlijk aan het gaan? Dat af en toe terug naar boven komt, die minachting bij je. En als ik met veel minachting in vorige levens heb gezeten en ik ben nu hier en die minachting overheerst nog van op dat moment en ik ga nu heel de tijd opcoveren, dus uw shadow heel de tijd opcoveren, cover, gaat er een moment komen dat er gaat ontploffen. En dat zie je bij mensen die bijvoorbeeld heel keurig en netjes door het leven heel de tijd willen gaan, maar diep van binnen zijn die hun eigen kast aan het opvergeten en zo en dan krijg je ziektes, ailments en al de rest en zo. Nee, dat moet zijn plaats
vinden om eruit te komen of om te transformeren. Dus als dat er niet meer zou zijn in uw geval, ja, dan word jij gewoon passieloos. Dan valt dat gewoon weg. Dus je bent blij dat het elke keer terug naar boven komt en dat je je eigen kunt herkennen van ah, ik heb het weer. Ah ja, ik heb het weer. En dan kun je weer verder. Of ah, hier, ik ben weer aan het projecteren. Haha, op een duur lacht je ermee. In het begin is dat een stuk van u, maar op een duur lacht je ermee en dan creëerde die transformatie. Ja, dat is waar. Makes sense. Want inderdaad, dan de vraag dan ook van, ja, wil je die neutraliteit enigszins bewaren? Ja, ja en nee dan ook, hè, uiteindelijk. Nu, nog iets interessants dat mij is opgevallen. Jij maakt ook deel uit van, ik ga het woord zeggen, ACAN. Ja. En ik heb opgezocht ze. Een etnische groep uit West-Afrika. Ja. Hey, vooral Ghana en Ivoorkust. Oeh, weer groepen, dat neem ik me aan het leggen. Label. Label, dank u. Hup. En je heet ook Kwame, en dat is een typische Akan voornaam. Ja. Bent je dan eigenlijk net zoals een eerste president van Ghana ook op een zaterdag geboren? Ja. Oké. Dan is mijn volgende vraag. Normaal is er een tweede naam ook voorzien. Ik weet niet wat dat achternaam ook is, maar dat bepaalt dan ook het hoeveelste kind dat je bent in het gezin. Heeft dan Duwe daar iets mee te maken? Of nee, mijn vader heet José. Dus ja. Van waar ons vader vooral komt, zitten ze José Kwame. Dat is mijn voornaam eigenlijk. Maar ik heb geen broers of zussen, dus er is geen tweede naam. Ik heb wel een natuurnaam. Mijn natuurnaam heb ik ook wel. Dus Aframbo. Afram, dat is een rivier in Ghana. En Bo is gewoon steen. Dus ja, je krijgt wel bepaalde namen mee. Maar ja, om het simpel te houden, we zijn hier, dus is gewoon Kwame. Maar ik heb wel een heel groot... Ja, weet je, dat is een stuk van mijn DNA. Ja. Ja, dat is gewoon een stuk van mij. Ik kom van een lineage van daar, zoals een Spanjaard van Spanje komt of whatever. Dat is ook een soort van label eigenlijk, hè, dat je op iemand plakt. Want wat is het eigenlijk... Allee, we noemen dat eigenlijk, wat jij zei, die vessel waar je in zit, Kwame. Maar ik ken, ja, dat is Kwame, maar ik kan evengoed in een vorig leven misschien een Chinees zijn geweest. Who knows? Who knows? Misschien dat ik daarom dan wat harder neig naar Taoïsme en al de rest en zo. Dat kan. Je hebt ook mensen die bijvoorbeeld in deze leven geboren worden en bijvoorbeeld donker zijn, hè, zoals mij, en die helemaal geen affiniteit hebben met donker zijn. Ik wel, maar je hebt mensen die dat niet hebben. Dus ja, that makes more sense to me. Dat je uit verschillende ervaringen van alles meeneemt. En dat je niet gewoon alleen maar naar het stoffelijke kijkt. Want dan kun je de hele tijd daarover beginnen leuren en slachtoffer zijn. En oh, ik krijg niet genoeg kansen en al de rest en zo. Nee. Ja, wat ik dan ook bij die vraag wil mij stellen is dan... Wat is het, Kwame, dat nu door mijn ogen kijkt naar u? Wat is het? Wat is het? Wat is, want ik ben iemand, een persoon, maar ik ben me bewust van dit allemaal. Ik kan er echt over nadenken en ik ben... Ja. Maar wat is het dat door mijn ogen kijkt naar u? Snap je? Is dat de ziel of noemt je? Of wat? Wat is dat? Snap je? Ik denk dat dat een vraag is waar wij allemaal naar zoeken. Wie ben ik? Ik denk dat niemand dat mooi kan formuleren. Fantastisch, toch? Ja, want dat geeft ook, ik vind dat dat ook een bepaalde vrijheid geeft. Zeker. Omdat je zoiets hebt van, niemand, ik zeg het van de rest, we zijn allemaal sukkelaars, we doen maar wat. Uiteindelijk weet iedereen evenveel als iemand anders, maar het is inderdaad de waarde dat je een woord geeft, of iemand, of een organisatie, dat... Ja. Het is hoe dat jij eigenlijk naar iets kijkt en dan intern verwerkt en dan er iets aan plakt, meestal... Van het verleden en zo natuurlijk. Hè. Ja. Waardoor dat je iets ziet. Maar ik kijk nu naar u, maar ja, als iemand anders naar u kijkt, ziet hij misschien helemaal anders. En dat is ook mooi. We komen allemaal van hetzelfde, maar iedereen heeft wel zijn eigen speciale trek. Dus zoals een prisma. Hè. Als je licht in een prisma schijnt, zie je verschillende kleuren. En zo bezie ik dat ook. Alleen leven wij zo en wil ik eigenlijk teruggaan naar. De essentie. Mooi gezegd. Dat is ook
gelijk tegelijkertijd heel fascinerend, vind ik. Ik vind dat heel zo... We zijn in een soort van Disneyland terechtgekomen, eigenlijk. Hè? Zeker. Allee, ik bedoel, leuk. We zitten gewoon... Allee, in de vliegende rot zitten wij gewoon. Dat is toch wat je erover nadenkt. Ja. Allee, dat, ik vind dat maf. Dat was vet. Nu, over, er is juist over je naam, over geboortes gesproken ook. Proficiat, want je bent in januari ook, okay, met je tweede zoontje. Tweede zoontje, ja. Joël. Joel. Joel, sorry. Dierig. Dat is mijn Joël, niet Ingo. Ik weet het, ja. In een post daarover heb je het ook over het verbreden van ons bewustzijn. Ja. Dat vond ik een heel interessante. En ik vroeg me eigenlijk ook af, heb jij je ook dan bewust gedragen... kwamen naar aanloop van het proberen om een kind te krijgen, zodat je eigenlijk in een juiste, zeg maar, soort van state of conscious mind terechtkomt, omdat je wist dat je een kind wou krijgen, dat je in een bepaalde bewustzijn terecht wou komen om dat mee te geven aan je kind? Ja, heel veel mensen, ja, indoctrinatie of whatever, heel veel mensen hebben zoiets van, oké, we zijn samen, we gaan verder door het leven, we hebben kinderen, we doen dit, dat, de kinderen zijn van mij. En dan ga ik, wat er gebeurd is, mijn angsten en al die dingen ga ik dan afprojecteren op mijn kind. En ik ga die heel tijd beschermen tot als die oud is. En dan misschien ga ik hem los durven laten. Dat is de state of hoe dat allemaal loopt. Vroeger dacht ik dat dat zo werkte. Maar als we nu kijken naar hoe dat allemaal loopt, is het echt het ideaal model? Who knows, maar het ziet er niet echt heel ideaal uit, want ja, mensen gaan nog altijd uit elkaar en al de rest en zo. Er zijn altijd spanningen, kinderen voelen eigenlijk ook niet goed en zo. En dan ga je even kijken, ga je zien van oké, hoe kan ik eigenlijk ervoor zorgen dat ik dat nieuw zieltje dan zo goed mogelijk kan zijn, maar met een breed scala van alles en nog wat. Dus niet hetgeen dat ik wil dat die doet eigenlijk. Op hem af projecteren, maar ervoor gaan zorgen van oké, ik ga gewoon eens in stilte zitten bij mijn kinderen en ik ga gewoon zwijgen en ik ga niet mijn wil opdringen en gewoon eens zien wat er gebeurt. Er zijn basisdingen, hè. Bijvoorbeeld als die heel de muur beklad, ja, dan moet je gerust zeggen van niet de muur bekladden, bij wijze van spreken, maar gewoon stilzitten en gewoon eens luisteren en gewoon zien en meegaan in de fantasie en dat kan ervoor zorgen dat je kleine ja, wat meer ruimte krijgt om te ademen. Dus nu met mijn zoontje dat aangekomen is, had ik zoiets van, oké, weet je, ja, ik ben op een punt gekomen dat ik iets kan meegeven en dat ik klaar ben om iemand zijn guide te zijn. En het gaat vooral om guide te zijn, in plaats van te zeggen van, ja, dat is mijn kind en jij zult doen wat ik zeg en dit en dat en, oh nee, je mag niet daar af gaan springen, want, oh nee, ik ben bang dat jij gaat vallen. Nee. Ik moet hem een keuze laten, een beetje een ruimte geven van zie, je staat daar op die tafel, als je eraf springt, kun je pijn hebben. Wil je springen? Spring. Je hebt gekozen, maar dat is niet erg. En die pijn, die gaat ook wel weggaan. Want als die pijn weggaat, daarna gaat je het terug goed voelen. En dan kun je weer een beslissing maken of je dat wel of niet gaat doen. En dan probeer je die zo goed mogelijk te guiden en dan moeten ja, loslaten, zodat die zo snel mogelijk op hun eigen benen kunnen staan en alles wat er in de wereld is, ja, mee kan overstijgen. Ik kan zeggen van, oké, papa heeft mij toch dat allemaal uitgelegd. Er gaan nog veel goede tijden en slechte tijden komen, maar ik kan dat aan en ik wil ervoor gaan en ik wil leven. Daar, met die mindset ben ik eigenlijk, ja, zijn wij aan het tweede begonnen. Ja, dat vind ik ook heel mooi dat je eigenlijk samen dan met de moeder van je kinderen elkaar hebt losgelaten, maar wel nog verbonden zijn. Dat vind ik een heel mooie. Nu, dat praten over dat verbreden van je bewustzijn, denk jij in dat opzicht van het verbreden van de collective consciousness, denk je dat we op een gegeven moment ook op een punt komen dat we een soort van alwetend wezen gaan kunnen creëren die heel veel bewustzijn misschien heeft meegekregen over de generaties heen? Ik probeer daar al sowieso al niet te veel over na te denken. Over dus, wat, ik probeer niet te veel naar het
naar de future te kijken. Okay. Dat is ook een gegeven van mij. Ik probeer echt niet veel naar de toekomst te kijken, want dan begin ik zelf te projecteren en begin ik misschien dingen te hopen en probeer ik dingen te wensen. En dan als dat niet komt, dan voel ik me slecht, teleurgesteld en zo. Waar ik wel vet op heb, is wat er nu gebeurt. Dus als ik nu mijn beste been voorzet en zo, is de kans er dat er een andere wereld komt? Ja, hoe dat die eruit gaat zien, begot geen idee. Maar als ik nu elke dag echt mijn best doe om zo goed mogelijk door het leven te gaan, zoveel mogelijk liefde te geven, zo weinig mogelijk te oordelen en al de rest, ja, dan zit ik vandaag goed bezig. En ga ik slapen en word ik niet meer wakker, nou, dan weet ik het ook niet. Hè. Niemand is teruggekomen om het te vertellen. Dus. Maar dat weet ik wel. Ik ben nu elke keer mijn best aan het doen. En er gaan moeilijke momenten zijn. Ik kan getriggerd worden. Ik kan ook lastig zijn. Ik kan ook misschien mensen kwetsen en doen en dit en dat. Omdat dat gewoon is. Maar ik probeer elke dag wel bewust te zijn om ermee om te gaan. En alleen door dat te doen, kunnen we iets creëren. En kan dat dan uitkomen in een volgende generatie dat meer enlightened is of whatever? Dat kan. Maar moet dat? Nee, het gaat om nu. En elk moment hebben we weer een kans om iets te doen. Dus ja. Ja, dat is wel cool. In uw bio van Instagram staat ook zo een hand. Ik denk dat zo de philosopher hand is, denk ik. Of niet? Of, een hand, ja. En een slang. Wat betekenen die symbolen eigenlijk voor u? Dat is vooral om bewust te worden van... Je hebt de right hand pad en je hebt de left hand pad. Mm-hmm. Right hand pad is alles wat slecht is opzij en we gaan alleen maar naar het goede en zo. En left hand pad is het andere kant, is naar het duisternis gaan en vanuit die duisternis vertrekken. Ben ik een left hand padder? Helemaal niet, want die geloven in van ik ben zelf God en alles in afscheiding. Maar door dat elke keer te gebruiken als symbool, als een archetype of zo, hè, weet ik wel elke keer van oké, dat is hel of whatever. De wereld is, bij wijze van spreken, de wereld is hel en je moet verlichting brengen door naar die eenheid te gaan. Dus vandaar dat je ook heel veel die hand en die slang ziet, omdat dat altijd remind van niet in afscheiding gaan en ga naar dingen, ga naar eenheid. Niet in afscheiding gaan, ga naar eenheid. Je hebt je schaduwkanten, maar niet in afscheiding gaan, ga naar eenheid. Ja, je hebt ook, wat eraan vasthangt en zo, is ook dat zijn. En wat ik me afvraag, je hebt trouwens een beetje je grootste demon verteld, dat in mijn opzicht van die minachting. Ja. Maar wat is een beetje je grootste, om het met die woorden te zeggen, angel geweest? Of wie, zo, of wat is wat een angel in je leven? Of? Goh, als ik nu terugkijk, dan heb ik wel wat angels gehad, ja. Op verschillende vlakken. In het fitnessgebeuren zelf, een persoon die er heel hard op dat moment voor mij was Bill Richardson, van de Stenen Brug, de bodybuilder. Ja, die was er eigenlijk echt voor mij, waardoor ik wel wat meer in het hier kon zijn. En dan, ja, 4-5 jaar geleden, mijn guru, hè, weer een moeilijk, een zwaar woord, maar dat is gewoon iemand die licht brengt in uw duisternis. Greet Jonkers. Die heeft mij toch een heel andere shift gegeven van wow, zo dit en dit en dit, zo ziet jij eruit. Ga je het hiermee doen of ga je moeite doen? En dat resoneerde voor mij heel, heel hard. En sindsdien is dat dan ja, nog meer gegaan naar zoeken en anders in het leven proberen staan en niet in afscheiding, niet zij, wij, niet die dingen heel te liggen doen. Maar gewoon, ja, ook niet altijd zoeken naar een nieuw doel, want ja, iedereen dat mij vroeger kende, ik moest maar iets zeggen en ik ging het doen. Wow, en come on, let's go. Maar ja, dat is ook een manier van werken dat gewoon niet werkt. Dus terugkomen, elke keer terugkomen, eenheid, harmonie, niet te veel oordelen en de polariteit proberen overstijgen. En uw verantwoordelijkheid nemen. In alles wat je doet, in wat je zegt, uw verantwoordelijkheid nemen, want je bent 2 man verwijderd van 1 miljoen. Dus je kunt nooit zeggen van, ja, als ik thuis dit of dit niet doe, well, dat gaat toch niemand effecten. Het gaat altijd iemand effecten. Alles wat je doet, effect altijd iedereen. En als je dan
echte verantwoordelijkheid durft nemen, dan zit je goed bezig. Als je zegt van nee, oh, het interesseert mij toch niet, dan interesseert het je echt niet. Dan moet je ook niet verwachten dat andere mensen interesse tonen in u, want het interesseert u niet. En het zijn die dingen die mij echt kunnen triggeren van, kom aan, laten we allemaal ervoor gaan en iets proberen brengen. In plaats van naar ons eigen te kijken, alleen naar ons eigen en niet in eenheid en in afscheiding te blijven, dat werkt niet. Het werkt niet. Ja, over die angels en demons gesproken, je hebt ook heel veel tattoos. ja. Ik vraag me ook af, welk is de meest speciale daar voor u van, die het meeste betekenis heeft? Goh, ik heb er een paar. Ik heb, ja, had dat niet zo goed zien. Ik heb een paar van Akan. Omdat dat waren mijn eerste tatoeages. Vooral omdat ik aan, omdat dat bepaalde, dat is Adinkra, dat zijn bepaalde symbolen die iets benadrukken. Dus ik heb er hier eentje en dat is dat leven altijd, het leven is niet rechtlijnig, maar je moet, je moet adaptable zijn. Hardhead of the Wawa seed, dat is dan vooral dat je sterk moet zijn in het leven, dat je niet zwak moet zijn. Help mij en ik kan u helpen, dat is er nog een. Zeg mij hoe dat ik u moet helpen, dan kunnen we elkaar helpen. Tijden veranderen, ik ook. Ik heb er nog een paar andere, hè, van Akan. En dan heb ik ook een hele chess piece. En die chess piece, dat is vooral, je hebt de Kabbalah. Maar dan het omgekeerde eigenlijk, de andere kant ervan. Dus je zou kunnen zeggen van, je hebt angels, maar dat zijn dan allemaal demonen. Maar elke keer als ik wakker word, ik ga in de douche en ik zie dat, dan weet ik van, in zoveel dingen moet er nog heel veel licht gebracht worden. Dus daarom heb ik die ook laten zitten. En dan heb ik ook nog een paar archangels op mijn armen staan om mij te doen. Het is eigenlijk vooral voor recognition dat ik weet van, oké, ja, weet je, elke keer als ik iets doe of zeg of doe, dat ik elke keer een geheugensteuntje heb van, nee, houd u hier en probeer naar die eenheid te gaan. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Er zit veel symboliek ook achter, vind ik. Nu, op een gegeven moment kwamen gaan we ooit te komen sterven. Ja. Stel je voor, je mocht nog één herinnering meenemen naar het hiernamaals, of naar wat hierna komt. Wat zou die zijn, die herinnering, en waarom? Goh. Wat zou het zijn? Nu, ik geloof al dat we elke keer terugkomen. Ik geloof niet in een één plek waar we dan ofwel heel happy gaan zijn of heel sad gaan zijn. Dus ik geloof dat we elke keer terugkomen. Wil ik dan weten wat ik in het vorige leven allemaal heb gedaan? Wil ik dat weten, zodat ik dat al kan anticiperen? Eigenlijk niet. Ik zou gewoon blij zijn om terug te zijn en dan weer al die uitdagingen. Dus ja, ik heb niet echt zoiets van een gedachte om mee te nemen. Nee, ik heb gewoon elke keer van, bring it. Geef me na, kom met de uitdagingen, bring it. Kom maar. Je houdt ook wel van uitdaging. Ik kan, ja. Uitdaging nooit. Uitdaging is dat we leefden van, hè. Een beetje passie, hè. Die vraag stelde je de rest aan mij, waarom heeft het leven uitdaging nodig? Ja, ik weet het. Maar de uitdaging om dan van een afgescheidenheid een eenheid te maken. Ja, zeker. Voilà. Je kan altijd nuanceren. Ja, voilà. Nuanceren is altijd handig. Mocht je één superkracht kunnen hebben, welke zou die zijn en waarom? Poef. Moest ik één superkracht hebben? Ik heb altijd wel willen vliegen. Waarom? Ik denk dat dat gewoon echt top is. Om gewoon te kunnen vliegen. Want je bent weg en je gaat gewoon en je landt ergens en je kunt daar dan weer wat chillen in doen en zo. En dan zijn we weer weg naar een andere plek. Ja. Fantastisch. Ja. Ik zou dat ook tof vinden. Echt. Alleen je kunt alles zo in een mooi perspectief. Je zo ja. Ik zit veel te veel metaforen, maar dan kunnen zo even zo uit de leven zo gaan en zien. Waar ben ik aan het staan? Dat kunnen zien. Dat ben ik aan het doen. Fantastisch, voilà. Hè? Ja, de max. Wat was uw laatste droom, Kwame? Mijn laatste droom.
Nou, dan zal ik in mijn boekje moeten zien. Ik onthoud die eigenlijk heel moeilijk. Maar ik hou wel een dream journal bij, dus ik zal het u ooit wel eens weten te zeggen. En je hebt niet genoteerd vandaag wat je van echt vandaag hebt gedroomd? Heb ik het niet onthouden. Nee, laatste droom weet je niet meer? Nee. Oké. Okay. Waar krijg jij kippenvel van, Kwame? Sommige liedjes. Soms hoor je gewoon een sound en dan krijg je kippenvel van. Mensen die in extreme armoede leven, dus als dat beeld komt, of mensen die het heel veel pijn hebben of heel veel angst en al de rest, direct. Ja, vooral die dingen eigenlijk. Dan krijg je direct al zo'n gevoel. Ja. Wat is het laatste ding waar je persoonlijk stil van bent geworden? Het laatste ding waar ik persoonlijk stil... Dus iets wat je meegemaakt, een event, een persoon, een gebeurtenis. Iets waar je echt stil bent geworden. Goh. Meestal is dat... Als iemand close bij u sterft, dan word je wel stil. En dan... Neem je dat wel mee in het reflecteren van met wat zijn je eigenlijk bezig eigenlijk. Dat vooral, maar ik heb niet echt iets anders. Ja, als ik naar een podcast of iets luister, sommige mensen zijn heel heel interessant, schetsen heel heel interessante dingen. Ja, dan heb ik zoiets van, oké, hier kunnen we weer verder mee gaan in hetgeen dat je aan het doen bent. Ja, vooral die twee dingen vooral, eigenlijk. Ja, zo de dood van iemand, maar had voor mij ook altijd zo'n beetje de tastbaarheid van het leven zien, vind ik. Ik heb zo onlangs ook, mijn mama is dan 60 jaar geworden. En voor mij was dat zo, voor haar was ook een beetje een mijlpaal, maar voor mij was het ook zoiets van, oh, mijn mama is al 60 jaar. En dan dacht ik van, wow. Het gaat precies wel snel of zo. En dan denk ik van, oh ja, dat is zo... Ook weer met dat zijn denk ik van ja, ergens, het gaat snel, dus je wilt iets doen of zo. Mm-hmm. Maar aan de andere kant weten van oké, je kunt ook gewoon zijn. Snap je dan daar zo die paradox altijd van, oké, je hebt die tastbaarheid van het leven, je kunt morgen sterven, dus dan moet je maar het beste maken of toch iets proberen te doen of te maken of van je leven. Of zo, daar is die struggle altijd zo van... Je kunt die struggle wat minimaliseren door gewoon je te focussen op hier. Dus hetgeen dat ik ook altijd doe is, als ik bijvoorbeeld met mijn kinderen ben en ik stap door naar buiten, dan probeer ik ook al in te beelden dat dat misschien de laatste keer is dat ik die persoon zie. En overal, in alle connecties, dat kan de laatste keer zijn dat je eigenlijk iemand tegenkomt. Want er zijn heel veel dingen waar je niet in controle hebt. Dus als dat de laatste keer is dat je iemand tegenkomt, wil je die dan positief benaderen? Wil je daarna luisteren? Wil je ermee babbelen? Wil je misschien iets verlichtend brengen, waardoor dat hij misschien verder kan gaan? Of ga je ermee een pakje chips eten en gewoon wat zeveren om te zeveren, bij wijze van spreken? Dat kan, hè? Dat heeft ook zijn plaats. Don't get me wrong, ik doe dat ook graag. Gewoon zitten en babbelen over van alles en nog wat. Maar als je zo door het leven gaat, van elke keer kan het de laatste keer zijn dat je die persoon ziet, en dan ga je het leven ook wel wat intenser beleven. En ga ook zoiets hebben van, weet je, ik ga echt proberen een connectie te maken met die persoon. Ja, klopt. Dat is ook iets waar ik zelf, ik heb dat ook verteld, heel hard zelf naar zoek ook. Ja. Ik zou die connectie en die verbinding met mensen, maar dat ook wel zelf veel uithaal of zo. Die verbondenheid is gewoon ja, belangrijk. Hè? Ja. En ik misschien ook wel nu des te belangrijker in een huidige tijdsgeest. Extreem. Want hoe meer dat wij in afscheiding gaan, hoe erger dat gaat worden. Het heeft nooit gewerkt. Waarom houden wij ons eigenlijk vol? Waarom houden wij dat vol? Waarom houden mensen hun eigen extreem hard aan vorm vest? Iedereen wordt oud. Dat is gewoon geweten. Je gaat jong zijn en je gaat oud worden. En dan fillers en al de rest. Geen probleem. Doe. Geniet van je leven. Doe wat je wilt doen. Maar word niet afhankelijk van iets dat je niet kunt controleren. Wat oncontroleerbaar is, is oncontroleerbaar. Maar wat controleerbaar is, is wat je nu op deze moment doet. En wat je op deze moment doet, daar kun je verandering in brengen. Dus als je je verantwoordelijkheid neemt, dan ga je ervoor. En dan pakt je je verantwoordelijkheid en dan ontloopt je die niet.
als je wilt dat de wereld een betere wereld wordt of whatever. Ja, ik heb in mijn laatste gesprek hiervoor, nee, mijn voorlaatste gesprek met Conor Rousseau ook een gesprek gehad over het is moeilijk met eindes. En dat is hier ook iets wat heel hard op aanstaat, maar waarom denk je dat mensen eigenlijk moeilijk hebben met het einde van iets, van een leven, van weet ik veel wat? Of? Ik zou het niet weten, want ik heb dat, ah ja, voor mij persoonlijk heb ik dat probleem niet echt. Omdat ik ergens al een besef heb van, iedereen gaat ooit sterven. Dat is niet heel anarchy-wise of whatever. Nee, iedereen gaat ooit sterven. Ik ga ook ooit sterven. En als ik sterf, tot nu toe, ik herinner mij niks van mijn vorige levens, dus ja, dan zit er weg. Dus ik snap dat niet echt, waarom dat mensen dat hebben. Het kan ook zijn dat dat een intense vorm van verbondenheid is dat ik nog niet heb bereikt. Waardoor dat ik dat niet heb, dat gevoel. Dat kan. Maar ik heb dat probleem niet echt, want iedereen gaat sterven. Zwaar. En als je dat weet, kun je alleen maar elke dag je best doen. En het beste, het meeste ervan maken. En don't take life for granted. Want het kan gedaan zijn. Dus wees dankbaar dat je elke dag een nieuwe kans hebt om elk moment weer iets te doen. Top. Kwame, ik wil je super hard bedanken voor, merci. Voor het fijne gesprek. Nee, het was ik vind echt een fantastische gast. Uw vibe spreekt voor zich. Het is ook leuk dat je op mijn levenspad bent gekomen. Ik ben echt ik ben ook blij. Super dankbaar, man. Ik vind het super leuk. Echt wel. Dus, en ik hoop gewoon alle dromen mogen uitkomen. En Same. Op alle vlakken. Zeg het. Keep on doing you. Ik heb dat al van het begin gezegd. Doe you. En ja, zorg ervoor dat iedereen een andere invalshoek krijgt. Daarom dat ik ook zei van, je moet niet alles nemen als waarheid wat ik zeg. Doe dat niet. Alsjeblieft, doe dat niet. Iedereen zegt iets en laat dat inzinken, laat dat naar binnen komen en doe er dan mee wat je wilt doen. Maar neem niet altijd alles als waarheid. En leef. Leef een beetje. Dat is een mooie hashtag voor uit te sluiten. Voilà. Top, man.